Hallo allemaal en welkom bij de 28e aflevering van de Business Mindset Podcast. In deze aflevering hebben we het over een revolutionair personeelsbeleid. In de meeste bedrijven houdt men tot op de dag van vandaag nog altijd vast aan de standaard werkweek van 38 of 40 uur, hoewel er sinds de invoering van dat systeem in 1961 al heel wat veranderd is. Langzaamaan komen er echter ook alternatieven naar boven, die niet alleen voor werknemers, maar ook voor werkgevers heel wat positieve resultaten met zich meebrengen. We verkennen deze wereld met twee ondernemers die binnen hun eigen bedrijf de norm rond personeelsbeleid doorbroken hebben. Tom Herreigers van Marbles en Matthias Lakeur van Bosdata. Tom Herreigers doet waarin hij gelooft, opportuniteiten vinden, creëren en realiseren. Hij doet dat op basis van zijn visionair gedachtegoed, waar geluk op en naast de werkvloer altijd centraal staat. Hij was dan ook de eerste ondernemer in België die het personeel van zijn bedrijf Marbles toeliet om onbeperkt verlof te nemen. Tom is momenteel nog altijd actief bij Marbles en combineert dit met coaching van jonge ondernemers, met als doel het om het huidige HR- en ondernemerslandschap mensgericht te maken. Zijn humane manier van coaching richting geluk en zelfsturing is een frisse wind in de wereld van het ondernemen. Matthias Lakeur staat aan het hoofd van Bosdata, een Digital Business Analysis and Advertising Agency. Met zijn bedrijf wil Matthias kant-en-klare digital marketing oplossingen aanbieden aan de hand van jarenlange ervaring en onderbouwd met uitvoerige data-analyses. Ook hij heeft doorheen de jaren besloten om zijn personeel meer vrijheid te geven, om zo niet alleen een betere werksfeer te creëren, maar ook om betere resultaten neer te kunnen zetten. Naast Bosdata is Matthias ook actief met Mercado, een onderneming waarmee hij bedrijven ondersteunt met het verkopen van producten op nationale en internationale marktplaatsen, zoals bol.com, Amazon en Zalando. Voor meer informatie over zowel mijzelf als alle gasten kun je altijd terecht in de description van deze episode. Daar vind je niet alleen een korte bio, maar ook de links naar de social media accounts waar je hen kan bereiken. Dat was het laatste van mij. Hope you enjoy the episode. Ik zou niet weten waar dat is, maar ik zou sowieso niet weten waar mensen op dit moment nog een boek erbij kunnen nemen elke dag en zulke pillen doorlezen en dan zo 12 per jaar. Ik zou allemaal wel prima willen, maar het is gewoon met twee kleine kids. Dood om mee hem op dit moment. Dus dat is gewoon... Het is wel een unieke manier om dat te omschrijven. Total mayhem. Ja, het is Total mayhem. Dat soms wel. Nu is het weer even geleden. Ik probeer toch wel regelmatig... Er ligt een boek naast mijn bed. Ja. Maar dat gaat gewoon heel traag. Dus dat is letterlijk soms bladzijde per bladzijde. En ligt ik al te pitten. Never mind. Ik ben op een gegeven moment dan die van Rutger Berger begonnen. Die heb ik al uit, ja. Die is trouwens echt goed. Het is echt. Heel goed. En ik heb een grappig verhaal. Een vriend van mij is Nick Heijnen, een strafpleiter. En die is ook laatst zo, de rechtbank en zo was hij ook geweest. En ik was, een paar zomers geleden was hij mee op vakantie en ik had het boek aan het lezen. En dan gaat het een passage over de meeste mensen deugen hoe en dan legt hij dat zo uit. Ja. En hij heeft dat dan een keer in een strafzaak gebruikt. En bij een vrij prominente. Dus hij zegt daar op een gegeven moment van, geachte, wat is het, hij spreekt tegen elkaar, blablabla. Zoals u weet, de meeste mensen deugen, waarop de tegenpartij, openbare aanklager zegt, ja, meneer Heijnen, de meeste mensen deugen, maar dan die niet. Klaar. Ja, dat was een open deur. Schitterend. Ja, dat was een mooie grap, vond ik. Dat is zo, dat doet mij denken aan, ik weet niet of je dat ooit gezien hebt, was het Nixon? Nee, het was niet Nixon, het was Reagan. Reagan's in tweede verkiezingscampagne. Was een van de eerste keer dat er een online tv-debat was. En het eerste debat had hij heel zwaar verloren, hadden mensen heel veel in de peiling verloren. Het tweede debat opnieuw. En hij had een vraag, dus hij was op dat moment 84 jaar of zo. Hij is een van de oudste presidenten ooit op dat moment. En zijn tegenstander was 20 jaar jonger. En die vraag, die ging komen. Ik bedoel van, zit je nog te goed? En op een gegeven moment, die vraag komt inderdaad. En hij zegt van, kijk, ik vind dat niet schoon dat je daar zegt. Ik vind het niet oké dat je de onervarenheid van mijn tegenstander gebruikt om te zeggen dat hij geen president kan worden. En hij draait dus helemaal om. En naar het schijnt is het dus die zin... Die heeft hem dus opnieuw laten herkozen worden tot president. Ja. Gewoon het feit dat hij dat heeft gewoon die kwinkslag eraan heeft kunnen geven. Dus eigenlijk zoiets volledig omdraaien, dat werkt wel. Ik had misschien een vraag. Want we hebben de vorige keer eigenlijk gesproken. En dan zijn we
denk ik, als ik het juist zeg, vrij gelijk. Hè? Dus ik denk dat we er eigenlijk heel hard hetzelfde in staan. Ik denk ook vrij hard dezelfde dingen aan te proberen qua organisatie, structuur, bla 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 bla. Wat ik je niet heb gevraagd op dat moment, ik ben hier gaan zitten eigenlijk om hem uit te horen. Ja, dat is helemaal waar. Nee, ik was, dat is okay. We liepen tegen een aantal dingen aan. Er zijn niet heel veel mensen even in de fysieke nabijheid die hetzelfde doen. Tom die is daar best wel prominent ook mee aanwezig en dat soort dingen. Dus ik dacht, weet je wat, let's go here. En dan gaan ze uithoren van wat zijn nou dingen die we nog anders zouden kunnen doen of et cetera. Daarover gebabbeld, et cetera. Maar waar we het niet over hebben gehad op dat moment is... Is het waard? Ja. En ik heb daar best wel wat discussies over met vrienden of familie of zelfs ook intern bij ons op kantoor. Is het waard als ondernemer? Of? Voor jou als persoon, als organisatie. What do you get back from it? Want je doet wel... heel veel in je organisatie en de manier waarop je de boel doet en de vrijheden die mensen genieten. En, bijvoorbeeld, wij hebben ook onbeperkt betaald verlof en dat soort dingen. Ja. En je probeert mensen heel veel vrijheid te geven van het is jouw, beslis lekker zelf. Iedereen doet goed en dus ik ga ervan uit dat iedereen zo is. Blablabla. Wat krijg je terug? Ja, okay. Of moet je er iets voor terugkrijgen? Als persoon, maar ook vind ik als organisatie. Ja. Want dat vind ik een... Ik ben er nog niet zelf helemaal uit of dat ik vind dat het zeg maar de efforts, de... Het waard is wat ik er... Ja, ik kan een personal level voor mezelf nog wel, omdat ik zelf zou willen dat mensen mij zo behandelen. Ja. Ik zou niet anders willen behandeld willen worden, dus daarmee is het mij waard. Ja. Persoonlijke doelen die ik ermee had, in de zin van dat ik mensen op een nog hoger niveau betrokken krijg bij een organisatie en doelen die we stellen en zeg maar soort van samen aan de kar trekken en dat niet de ondernemers zeg maar die achter de organisatie staan op de voorgrond zitten, maar eigenlijk de mensen die erin zitten, want dat wij maar gewoon als ondernemer, weet ik veel wat, facilitator zijn om iets te regelen. Ja. Dat niet zo is. Jij staat ook nog steeds op de voorgrond van deze organisatie. Het zijn niet de mensen erin. Voor mij precies hetzelfde. Ja, klopt. Terwijl dat niet mijn doel was persoonlijk. Nee. Bijvoorbeeld. Ja. En dat vind ik... jammer. Ja, nee, ik vind het gewoon jammer. Ik accepteer het wel, maar het is wel... Ja, dat was mijn persoonlijke doel. Dat zou ik maar zeggen. Ja. Oké. Okay. Zoiets. Ja. Dus ik weet niet meer dat je naar kijkt. Volgens mij is hij al bezig, hè? Ja. Het is nooit mijn persoonlijk doel geweest om op de voorgrond te staan. Ja, je gaat wel op een gegeven moment... ik heb soms het idee dat de buitenwereld dat verwacht. En dat maakt het soms zo moeilijk. Hè? Want dat is hetzelfde dan dat je op LinkedIn morgen zegt van, ja, titels zijn niet belangrijk. Hè? Ja, dat klopt, maar... Goed, alle organisaties en alle bedrijven verwachten nog altijd wel met de zaakvoerder, met de CEO, met management te spreken in veel. Ja. En daar zie ik soms dat mensen in een organisatie minder gewaardeerd worden, omdat de wereld rondom dat zo doet. Ik vind dat wel een moeilijke. Ik probeer nu ook van, want ik ben met verschillende organisaties bezig. Meer naar de achtergrond te gaan en andere mensen naar voren te duwen. Ja. Maar je ziet toch, regelmatig, pas ook telefoon van hun en zo, die zeggen van, maar... Kun jij komen, jij bent gezicht. Jij bent door het gezicht. Ja. Dat is zo gecreëerd, denk ik. Ja, dus ik snap dat ook. Ik ben het er mee eens dat het vanuit de buitenkant, hè, want ik weet ook dat... ik probeer mij volledig te distancieren eigenlijk nog van operatie naar klanten toe. Hè? Dus het moet echt al de shit hits the fan, dan pas moet ik komen opdraven, zal het zomaar zeggen. Maar overal, over het algemeen, als het goed gaat en er is niks aan de hand, dan blijf ik eruit. Je legt meer gewicht in de schaal. Hè? Dat is zeker, dat geloof ik ook wel. Hè? Dus inderdaad, een klant vindt het dan leuk als de eigenaar komt en dat
En dat is ook misschien wel, maar dat is ook... Dat is in hun hoofd zo, maar het is ook misschien feitelijk zo. Dat je ook gewoon op het moment dat je mee aan tafel zit... meer dingen voor elkaar krijgt dan dat anderen uit je eigen organisatie dat kunnen. Ja. En wat ik zei is, ik wil dat niet. Ik wil niet dat ik dat die laatste push ben bij een klant om ervoor te zorgen dat ze doen wat ze zouden moeten doen of zoiets dergelijks. Dat was mijn ambitie ermee. Vooral was andere instelling krijgen om diezelfde zeg maar impact te maken bij klanten en dat soort zaken. Of gewoon bij anderen, zou ik zo maar zeggen. En daar ben ik een paar jaar geleden, vond ik dat, werd ik echt ontzettend geïrriteerd van. Hè? Dat ik echt zei van, dude, waarom wordt er naar mij gekeken? Hè? Ga gewoon zelf. Waarom moet ik tegen die klant zeggen dat ze dit of dit of dit moeten betalen of doen of zo? Waarom kun jij dat niet zeggen of zoiets dergelijks? Daar ben ik wel op een gegeven moment gewoon mee gestopt in de zin van dat ik dat niet misschien ook moet verwachten van iedereen. En dan zeiden ook mensen tegen mij van, ja, maar het is niet... Niet iedereen heeft zin om die ondernemerskant te doen of dat stuk van de medaille te doen of zoiets dergelijks. Dus op een persoonlijk vlak neem ik heel veel vrede met de manier waarop we nu zeg maar elkaar, de boel organiseren, de vrijheden die mensen genieten, bla bla bla. Heeft het niet gedaan exact wat ik initieel daarmee in gedachten had. Van dit gaat het dan teweeg brengen of zoiets ergens. Of dat gevoel heb ik dat zo'n Zemler als hij praat teweeg heeft gebracht binnen zijn organisaties. Ja, ja. Nou goed, dat is een beetje natuurlijk ook wel... Ja, okay, hij kan moeilijk zeggen dat het niet gelukt is. Nee, maar hij is ook de enige die nog ook wel altijd op de voorgrond staat. Hè? Ja, ja, precies. Niemand anders, ook, ja, precies. Niemand anders van zijn organisatie. Ken je? Weet je? Ken je? Nee. Weet je? Nee, nee. Nee. Wie dat er wel is. Nee, en niemand anders in zijn organisatie, zelfs in alle filmpjes die ik ooit heb gezien over hem en et cetera, is hij niet aan het woord. Ja. Het is nooit zo dat iemand anders in zijn organisatie heeft, kijk, bij ons is het zo, zo, zo en zo. Ja, het is misschien dankzij hem, maar eigenlijk doet hij niks meer en heeft hij er niks meer mee te maken. Dat is allemaal niet zo. Nee. Dus, nou goed, misschien was ik daar wat naïef in om dat te denken. Ja. Dat het zo zou zijn. Maar ik denk dat je als ondernemer, zorgvoerder, oprichter... Je bent ook het enigste vaste anker in de organisatie. Ja. Al de rest van de organisatie kunnen morgen weg zijn. Dus dat is het mooie volgende. Ja, maar dat is dus dus waarom doe je het? Nou, je doet het niet enkel maar uit een soort van ik wil goed zijn voor de mensen. Je doet het ook uit de gedachte, dat weet ik toch, of wij, uit de gedachte van mensen blijven langer. Hè? Of mensen zijn happier. Vind het leuk dat ze doen. Ja, daar ben ik mee akkoord. Blijven langer, et cetera. Klopt. Ja. Maar is dat zo? Ik heb dat idee wel. Hè. Als ik bij ons echt in de sector zie, mijn communicatiebureau, is het verloop veel hoger dan bij ons vandaag. Hè. Ze blijven langer. Wij hebben gemakkelijker aanwervingen. Wij vinden gemakkelijker volk. Dus op dat vlak denk ik wel dat het zeer aangenaam is om zo'n organisatie te creëren. Ja. Wat ook een de andere kant van de medaille ook is. Hè. Zijn er? Ja, mensen die blijven soms langer, hè, omdat het ook weer leuk en gezellig is. Ja, ja. Terwijl dat ze soms zelf aan hun limiet zitten. Ja, ja. Zelf zeggen van, dat is goed, maar ik kan eigenlijk hier niet meer doorgroeien, omdat de organisatie het niet toelaat. Maar ja, ik wil eigenlijk niet ergens anders, omdat het hier zo leuk en goed en interessant en gezellig is. Dus ook... Ja, ik zie het soms ook als een rem voor bepaalde mensen. En dan vind ik het de verantwoordelijkheid, dat hebben wij een paar keer gedaan, om mensen ook te zeggen, ja, is goed, maar... Ga iets anders doen. Ga iets anders doen. Jij moet groeien als persoon. En hier zitten gewoon aan uw limieten. Ja. Oké. Okay. Ja, ik ben bij ons... ik denk wel dat mensen gelukkiger zijn, of althans ik hoor... Maar, ik weet niet of ik alles hoor natuurlijk. Maar, wat ik hoor is dat mensen happier zijn en dat soort zaken. Met hoe dat de boel werkt. En een gevoel van een soort van fulfillment in... ik draag bij en dat soort zaken. Ze langer blijven. Loyaler zijn. Mm-hmm. Weet ik eigenlijk niet. Het is niet zo heel objectief te meten, vind ik, bij ons. We zijn vrij...
we zijn nog niet zo heel erg groot, dus ja, ja. Het is gemiddeld gezien, als er eentje wat verder weg is dan de ander, dan... Ze hebben het begin van in die soort organisatie gestart. Altijd, okay. Ik heb 15 jaar de meegemaakt, de andere kant gedaan. Heel top-down gestuurd. Dus jij zegt, ga er maar vanuit, Mats, ze blijven langer. Ja. Blijven langer, plus als ondernemer is het gewoon voor mij veel aangenamer. Ja, dus... Vroeger was het heel hard van, ja, ze keken constant naar u. Hè. Ja. Jij moest de beslissingen nemen en alle problemen en alle dingen komen vooral op uw schouders. En jij moet daar echt gaan zeggen, oké, is goed, op deze ik ga het oplossen, oplossen. Ja, ja. En nu heb ik voor mijn eigen veel meer vrijheid. Hè. Also, ik heb op een gegeven moment die oefening gedaan van waar ben ik vandaag mee bezig, wat vind ik leuk, wat vind ik niet leuk. Ja, en als je dan na 15 jaar ondernemer op het punt komt dat je zegt van shit, 10% van mijn tijd ben ik nog met leuke dingen bezig. Ja, dat is niet juist. Dat is niet oké. Nee, nee. Niet als ondernemer, gewoon je baas. Ja, klopt. Ja. Klopt inderdaad. Ja, dat is in elke... Altijd. Oké. Dan ga ik er dan maar braaf vanuit dat het dan zo is. Ja, ik denk dat wel. Ja. Ja, bij ons was het altijd al zo, dus je weet ook niet anders. Nee, ik heb de andere kant ook niet gehad. Dus ik heb de andere kant niet gehad. En dat was ook wel een stukje mee van het doel, hè, van ik wil dat mensen langer blijven. Want onze gedachte was altijd, kijk, als je goed werk levert en je zorgt ervoor dat je mensen, laten we zeggen, een jaar of twee jaar langer blijven dan de benchmark ten opzichte van je concurrenten, ben je qua kwaliteit altijd beter. Ja. Want je hebt gewoon meer kennis in huis die stabieler is. Dus ja, ik weet waar ik vroeger werkte, was dat wel. Het was voorlopig ook echt giga. En je zag ook die organisatie qua kwaliteit ging omhoog. En dan waren we goed. En dan ging er een hele race met mensen uit. En dan flop, weer naar beneden. Ja. En dan weer terug. En dan, ja, dat is gewoon killing. Hè? Klanten die zijn hier blij, daar gaan ze weg. En dan begin je weer overnieuw op te bouwen. En dan zijn ze weer weg. Klopt. Dus het schiet echt allemaal niet op. En daar hebben wij helemaal niet zoveel last van. Hè? Dus het niveau is veel consistenter. Dat is misschien ook wel omdat mensen blijven. Ja, ik denk dat voor klanten altijd een beetje met dezelfde mensen spreken wel heel aangenaam is. De connectie tussen personen en klantleverancier is dus het menselijke connectie dan nog altijd een van de belangrijkste. Ja, 100%. En als je dat stabiel kunt houden in een organisatie, denk ik wel dat het heel goed is. Nee, ik zeg altijd van jongens, ook al zijn de resultaten shit. Als de klant je leuk vindt en aardig vindt en je komt door één deur, dan is er niks aan de hand. Dus dat is zeker waar. En je hebt niet zeg maar cijfermatig dat je zegt van, oh ja, ik weet dat mensen bij ons 4 jaar blijven, terwijl dat vroeger 2 jaar is of 3 jaar is of zo. Dat heb ik nooit in een kaart gebracht. Ja. Ik spreek het gevoel is er wel dat inderdaad stabieler is vandaag. Dat je iets vaster kunt groeien met een vaster team en dat er mensen bij komen. Ik denk dat wij de luxe hebben gehad, dat we zijn vandaag met verschillende initiatieven bezig. Ja. Waarbij dat mensen ook dat pad doorleggen. Hè. Max is ooit als developer gestart binnen Marbles. Hè. Dag 1 of 2 had hem door dat niet hetgeen was wat hem leuk vond. Ja. Dus door is goed gehaaid. Maar die had stage bij ons gedaan in development. En eigenlijk 3 maanden en top en erg. En die zijn uiteindelijk gestart. In het begin kwam die inderdaad zoiets van, was topkerel, goede energie, plezant, heel enthousiast. Die kon ook goed zijn werk doen. En na de eerste of de tweede dag kwam die bij mij en die zei van, shit, Het klopt niet om een of andere reden. Ik denk dat projecten in een stage soms iets kleiner en iets hè. Dan je start hier als developer, hier is project voor de komende maanden waaraan dat je mocht werken. Ja. Maar we zijn nu 4, 5 jaar later en dan is hier nog altijd. Maar is vandaag 80% bezig met sales voor Kivalo, ons cadeaubonnenplatform. Dus is die heeft zo'n weg afgelegd. Dat is helemaal uit. Hadden we dat platform niet gehad, dan had die 9 van 10 hier ook niet meer gewerkt. Dat merk ik wel bij ons ook. Hè. Dus laten we zeggen, qua dienstverlening, hè, dus jij hebt allerlei dingen die ook heel erg uit elkaar liggen. Dat is bij ons veel minder.
En de klassieke move, hè, van een agency wil je eens een keer aan de klantzijde gaan werken, omdat je denkt, weet je wat, bij de klant, als ik dan één klant heb in plaats van vier klanten zoals bij ons is, dan, en dan kan ik echt de next level. Dus die. Dus iedereen die bij ons vertrokken is door de jaren heen, wat natuurlijk ook gebeurt, hè, daarvan. Zijn allemaal naar de klantkant eigenlijk gegaan. Dus er wordt nooit geswitcht tussen agencies. Ik merk dat sowieso niet. Dat is niet alleen bij ons, maar ik merk dat sowieso bij... Er wordt heel weinig geswitcht tussen digital marketing agencies. Ja, ik weet dat in communicatie zat veel meer. Reclamebureau van het ene naar het andere. Maar binnen digital marketing niet echt heel vaak. Dus allemaal naar de klantkant. Dat is een move die wij dus nu niet kunnen aanbeantwoorden. Hè? En dat merk ik wel, is dat na een tijd, hè, dus nou, als je zo'n hele platte organisatie hebt, hè, dat is op zich prima. Maar ja, dus er zit in movement up, zeg maar, is er niet heel gek veel. Ja. Dus je moet allemaal in de breedte, dus gewoon kennis dat je, zeg maar, breder wordt qua ontwikkeling. Maar ook daar stopt het een keer, zal het zomaar zeggen. Of ja, je blijft niet bezig. En de move naar de andere kant is dan de klant. En dat is ook iets wat we dan zeggen van, kijk, daar moeten we echt nog een antwoord op zien te bieden naar mensen van ons. Want op zich willen ze niet per se bij die klanten werken. Nee. Ze willen gewoon geen vier projecten tegelijk hebben. Hè. Ze willen gewoon één ding kunnen doen. Dus dat zou voor ons een goede move zijn. Hè. Dus dat we iets grotere klanten. Ja, inderdaad, grotere klanten. Hè, dus dat je of richting de outplacement kant kan. Dat je dus. Het outsourcen van. Dat zou op zich vrij logisch zijn. Dat daaruit volgt. Eigenlijk. Zodat je dus dat pad wel kan doorgaan. Dat is de enigste stap voor mij waarin mensen eigenlijk type organisatie waar wij zitten zou vertrekken. Hè. Als ze op zich aan hun limiet zitten, ofwel op kennis, ofwel op inderdaad, goh, ik wil nu een iets stabieler ene klant of een groter project waar ik langer aan kan werken. En dat kan ik wel zeggen. Vroeger gingen mensen, naar mijn gevoel, na 2 jaar op zoek naar een andere uitdaging, naar een ander type bedrijf, om eens in een andere omgeving te zitten. Dat merk ik nu, in de manier waarop wij opgebouwd zijn, is niet meer. Dat veel minder is. Ik denk dat zeker bij ons is het niet zo dat we ooit mensen verloren hebben of zoiets ergens, omdat ze zeggen van, ik denk dat het ergens anders leuker is of zoiets of de cultuur me beter zou fitten. Dat zeker niet. En heb je het gevoel dat je naar hiring toe dan ook wel de lat heel anders legt of veel hoger legt? Of heb je het gevoel, helemaal anders. Jonge mensen, die vinden het altijd leuk dit. Sowieso. Hè. De jonge generatie verwacht dit soort bedrijven veel meer. Die gaan veel meer op zoek naar, maar kan ik wel even, als ik kijk vroeger, naar de manier waarop we vroeger mensen aanwerven, dat was oké, is goed. Je hebt een vacature, je hebt cv's, je gaat die scannen met elkaar en dan gaat het zien, in hoeverre zit de kennis, klopt die? En dan proefjes doen of dergelijke. En dan was er meestal een gesprek met mij of met een vroegere vernoot Pieter, die dat eigenlijk ging zien, van oké, is goed, die zit er nog wat in, past hem binnen de organisatie en dergelijke. En dan werd er gezegd van oké, we plaatsen die in een team. En vanaf nu moet je met die mensen gaan samenwerken. Maar er was veel meer op kennis die dat is. Als ik vandaag kijk, gaan we veel meer aanwerven op van wie ben jij als persoon en past jij bij wat wij als organisatie willen bereiken. De laatste aanwerving bij mij is 7-8 jaar geleden. Ik heb niemand meer aangenomen. Dat voor mij ook niet. Ik moet er niet echt dagelijks mee samenwerken. Het zijn de mensen die dat zeggen van dat is iemand waar wij van overtuigd zijn dat die past in ons team en dat die op de juiste manier met ons kan samenwerken. En dat is gewoon veel leuker, dat klopt gewoon veel beter. Dus het hiren bij ons zit hem, we gaan natuurlijk wel op cv zien of dat het profiel klopt. Hè. Mm-hmm. Soms krijg je dan dingen van, maar je gaat toch geen designer aannemen voor een functie van developer, omdat hem dan beter past. Nee. Ja. Het zijn wel mensen die in die scope zitten, maar dan gaan we eerst heel hard kennen van dat persoonlijke, wie zijn er, wat wilde jij bereiken, wat vind jij belangrijk, en dat losse gesprek. En pas als die doorgaan naar de volgende ronde, dan gaan we daar op de competenties scannen.
En ik denk dat dat vergelijkbaar is bij ons. Dus ik zit ook niet meer bij hiring eigenlijk. Dus kost ook redelijk veel tijd. Dus. Ik vond dat ook niet leuk. Ik vond het nooit goed. Nee, want je bent daar gewoon niet in die quick. Het is niet zo dat je dagdagelijkse job hiren is. Dus je bent er eigenlijk shit in. Dus je leest wel wat blogs en je praat eens een keer met iemand en je denkt, nou ja goed, we gaan dit ongeveer doen. Maar eigenlijk weet je gewoon, you suck. Hè? Ja. Dus je gaat met mensen praten. En ik moet zeggen, vroeger zat ik dus wel aan die hiringtafel. Er zijn ook heel veel mensen die ik erdoor heb gelaten. Die waren dat we na heel korte tijd al zeiden van, dat was het niet. Dus ik ben vrij snel out of the equation gehaald. Ja. Ik zei, go. En toen was het 3 maanden later, dit is niet oké. Okay. Dus Matthias mag niet meer aan tafel. Nou, prima. Wat ik wel merk, en dat is zeker voor de junior kanten. Dus wij gaan ervan uit, ook al kom je bij ons, solliciteer je en heb je een digital marketing opleiding gehad of zoiets dergelijks. Op hogeschool of zoiets. We don't care, basically. Hè? Dat is een beetje een soort van, je hebt een notie van interesse in, maar kwaliteit, skillset is echt nul. Daar gaan we gewoon van uit. Hè? Die mensen weten iets beter waar ze in instappen dan iemand die we hiren bijvoorbeeld uit school rechtstreeks van een DEW of een handelswetenschappen economisch. Die heeft helemaal geen idee. Okay. 99% komt bij ons omdat ze zeggen, ah ja, maar ik heb de culture deck gelezen, ik heb de cultuurdingen, ik heb dit gezien. Ja. Het lijkt me zo cool, jullie als bedrijf, als club, als organisatie. Ja. Ja. Maar zelden over de inhoud. Hè, van ja, maar wat doen jullie nou? Hè? Dus, wij met onze cultuur bijvoorbeeld. Jij treedt daar veel meer op de voorgrond dan wij bijvoorbeeld. Hè? Wij doen dat ergens ook expres niet, omdat we krijgen dus een berg aan cv's binnen van mensen die eigenlijk geen zak interesseert wat we doen, maar vooral hoe dat we het doen en met elkaar omgaan. Ja. En dat vinden ze veel belangrijker. Dat vinden ze leuk. Ja, klopt. Ja. Maar dat interesseert me niet. Hè? Dus dat vinden we best wel moeilijk. Om daar vanaf te geraken, zeg maar. Want we willen niet te boek staan per se als het coole, hippe bedrijf met een leuke cultuur. Daar kom je toevallig in. Ja. We willen vooral goed zijn in wat we doen. Ja, en toevallig hebben we die cultuur. Ja, prima. Ja. Dus dat vind ik best wel. Heb je geen zin dat omgekeerd werkt? Dat je de foute mensen aantrekt net omwille van die cultuur? En als ze er ook gaan proberen misbruik van te maken? Nee, dus laten we zeggen even het boek van Rutger Bregman. Moet je ook lezen. dat is echt mijn persoonlijke overtuiging. Zowel zakelijk als privé, als gewoon toekoer. Dat maakt het leven namelijk een stukje makkelijker. Is dat ik er altijd van uitga dat mensen goed aan het doen zijn. Ja? En altijd willen bijdragen. Niemand wordt geboren met het denken, ik ga hier iets goed profiteren. Dat bestaat niet. Nee, maar dat bedoel ik ook niet. Ik denk ook niet dat het geval gaat zijn, maar er is wel een verschil tussen iemand die pak 5 dagen per maand verlof neemt omwille van weet ik veel welke reden, of die 4 dagen per week verlof neemt om weet ik veel welke reden. Ik denk dat er zin maar dat gebeurt niet. Nee? Dat gebeurt niet. Nee, want je hebt gewoon, je hebt donders goed door dat als jouw groep om je heen 5 dagen in de week werkt en jij zegt, ik ga maar 1 dag in de week werken, dat je niet bijdraagt zoals de rest dat doet. Dus van nature doen mensen dat niet. Ja. En natuurlijk zul je wel hebben dat mensen zeggen van, ik vind dat ik heel veel bijdraag en ook meer kan permitteren qua vakantie. Ja. Prima. Ja. Prima, hè. Zorg dat je jezelf maar in de spiegel kunt aankijken. Ik denk dat dat inderdaad wel de basis is, hè. Want heel veel mensen zeggen dat ook. Hè. Als wij morgen onbeperkt verlof doen in onze organisatie, komt er overmorgen niemand meer werken. Ja, dat is niet waar. dat is niet. En is dat toch zo? Ja, dan wil dat wel zeggen dat ze vandaag komen werken, maar dat ze ook niet de job doen die ze willen doen. Of dan zitten ze ook maar achter hun computer en een ander ding is. Maar dan heb je op het begin al de foute mensen voor je, denk ik. Ik zelfs in whatever bedrijf je zit, hè, als de NMBS nu zou zeggen, waar dat er heel veel stakingen zijn, hè, van kijk jongens, je mag onbeperkt bepaald verlof. Dan rij je alle treinen nog zo. Echt waar, dat gaat echt dik meevallen. Maar het is uit angst ingegeven dat we dat niet doen. Dus we hebben met z'n allen zo'n arbeidsreglement, regeltjes en de wetgeving erbovenop. Omdat we denken, iedereen loopt anders niet in het gareel. Maar dat is het. Ik heb ook ooit een blog over geschreven. Die regeltjes,
die zijn uiteindelijk voor die paar procent uitzonderingen. Ja, hè, waar dat het om gaat. Hè. Er wordt altijd gekeken van oké, is goed, alles loopt goed. Oei, hier is één iemand die dat vroeger vertrekt of te laat aankomt. Dus we gaan een regel maken dat iedereen voor dat uur moet binnen zijn of tot dat uur moet blijven. Of, ja. Daar worden de regels vooral op die uitzondering. En eigenlijk, ja, het grootste deel van de mensen... Gebeurt er niks. Nee. En die zijn oké. Okay, nee, dus wij doen er, zijn ook heel bewust van dat we dus niet die fout maken dat je zegt, oh, er gebeurt hier nu niks, oh, we gaan een afspraak hierover maken, want dat is niet de bedoeling. Nee, dus dat we echt heel hard zeggen van, oké, dit is fout gegaan. Is dat de eerste keer? Ja. Ja, kut. Maar boeien. Ja. Let it be. In plaats van meteen dan te zeggen, oh ja, we gaan nu dit doen of we gaan nu zo doen of zoiets dergelijks. Buitenaan. GDPR dingen, dat blijft maar terugkomen. Maar goed, daar zeggen wij ook tegen. Boeien, is het fout gegaan? Nee, continue. Ja, dat wordt een beetje tricky. Dat wordt wat tricky. Maar in C gaan we gewoon altijd uit van dat mensen goed doen. En dat is ook de reden dat wij bijvoorbeeld... vertrouwen, hè? Het basisvertrouwen. Oh. Dat is ook de reden dat wij geen contract hebben met klanten. Oh. Dus wij beginnen met klanten te werken. Standaard, iedereen denkt, weet je wat, hup, contract tekenen. Dat ze zeker zijn dat wij een jaar kunnen samenwerken of zoiets dergelijks. Is gewoon uit angst ingegeven, daar is helemaal geen reden voor. Hè? Als jij gewoon toegevoegde waarde levert, wat de bedoeling is dat je gaat doen. De klant heeft besloten, nou, voor die toegevoegde waarde wat ik in mijn hoofd heb, ben ik bereid dit te betalen. Ja. Als je dat dus blijft volhouden, is er niks aan de hand. En dan gaat hij gewoon door. Ja. Dus we hebben met geen van onze klanten contracten, buiten... één of twee klanten waar dat de inkoopafdeling procurement zegt, hey, moet, man, zonder contract, zei hij, ja, zot. Ja, dus dat gaat niet. Ja. Maar ja, dat is omdat zij het dus echt eisen, maar anders had ik het ook niet gedaan. En in dat contract staat letterlijk niks. Daar staat in, dit betalen we voor en je mag elke maand opzeggen. Nou ja, dus eigenlijk is het gewoon, kun je het net zo goed niet hebben. Ja. Maar wel even terugkomen, datgene wat je net vroeg, was kunnen de foute mensen aanwerven? Ja, we hebben vandaag, merken wij wel ten opzichte van vroeger, dat het werk dat gestoken wordt in cv's scannen en zorgen dat je selectie goed is, wel veel meer is. Hè. Vroeger zetten wij als bedrijf een vacature en dan mochten wij blij zijn dat wij 1, 2, 3 mensen erop kregen. Hè. Als ik dan spreek, wij zijn in 2015 eigenlijk de echte kenteling gemaakt. Daarvoor, wij waren een klein agency, vooral nog wel technisch gericht, veel developers en dergelijke. Ja, veel succes, hè. Ja. Je zet een vacature en je krijgt ze gewoon, hè. Want je moest opboksen tegen die grote firma's die dan aanwerven en die een auto er bovenop en dat er bovenop en dat er tegenop. En dat is wel veranderd, hè. Vroeger moesten we eigenlijk daar tegenop boksen. Vandaag zitten we vooral in het feit van... Oké, okay, het volume is heel hoog. Ja, het volume is hoog. We zetten een vacature en je krijgt daar inderdaad de mensen die goed zijn voor je job. En je krijgt een hoop mensen die dat eerder naar cultuur en je kennen. En die zeggen, oh, er is een vacature, kom, we solliciteren. Ongeacht of dat ik eigenlijk pas bij die job, maar meer omdat ik in dat soort bedrijf of in die cultuur... Wel leuk vind. Ja. Dus wat voordeel is, want je gaat een veel groter aanbod hebben van mensen waarin dat je de juiste mensen gaat selecteren. Dus ik vind dat wel, dat is wel een positieve evolutie die dat we zien. Ja. We hebben vandaag die luxe dat je kunt groeien op het moment dat het nodig is. Ja. Vroeger moesten wij vacaturen, dat was 9 maanden voordat wij in te vullen. Chance hadden dat we dan iemand hadden. Ja. Nou, we hebben daar wel nog steeds moeite mee hoor. Dus ook al denk ik dat onze cultuur attractief is, dat zou maar even zeggen. Vroeger maakten wij veel meer fouten tegen hiring. We hadden echt een ratio van 1 op 2. Dus dat was 1 op 2 die mocht blijven vanuit ons uit. Hè, van we vonden het goed genoeg, dus dat ging niet goed. Nou goed, maar dat is omdat je begint en je doet dit niet vaak. Dus you learn. Dat is tegenwoordig er echt uit. Dus ons, dat is wel spot on. Nog steeds meer volume krijgen op zeg maar vacatures die we uitschrijven. Is nog steeds best een uitdaging, vind ik. Dus je appliceren wel mensen, maar er zit heel veel tussen wat we vinden niet goed genoeg is. En dan is het niet zo dat ik kan zeggen, we hebben hier 20 man waar die allemaal goed zijn. En nu is het nog een kwestie van kiezen van wie wil ik nou, of zo is het eigenlijk. Dus niet zo makkelijk, vind ik. Ik denk heel afhankelijk iets van wat typen nog vandaag. Hè? Want
Als wij wel, bij jullie is dan vooral data growth hacking en dergelijke. Ja, er zijn wel heel veel vacatures vandaag in de... Dus we zijn zeker niet alleen. Ja. En we zijn, laten we zeggen, heel veel van de bedrijven dat ons even rechtstreeks concurrenten zijn, die hebben misschien niet zo uitgesproken zo'n cultuur als wij proberen te doen of als hier gebeurt. Maar het zit er ook niet mijlenver vanaf. Het is niet de overheidsinstantie waar je gaat werken of zoiets. Het zit allemaal wel dichter bij elkaar. Corona heeft dat allemaal wel versneld in heel veel jaar. Ja, het lijkt allemaal wel meer op elkaar, zal ik zo maar zeggen. Het is gewoon niet zo in fundamenten gesmeten of zo. Maar bijvoorbeeld ervaren mensen voor ons om te hiren, dat blijft echt een crime. Super, super, super moeilijk. Toen denk ik alleen, we zijn zo leuk. Niet zo ingewikkeld. Dat is toch tof hier. Maar dan is het, dat is wat me altijd doet denken van, kijk, die cultuur, ik vind hem heel belangrijk en zo, hè, maar hij is minder doorslaggevend iets waard dan dat ik er zelf misschien aan ophang. Hè. Dus ik vind hem veel meer waard dan de buitenwereld dat vindt. Want je zou denken, dit is toch echt fantastisch. Dus iedereen wil hier komen werken, maar dat is helemaal niet. Nee, maar daarnet zei je, we komen er niet genoeg mee naar buiten. Dus eigenlijk mijn eigen vraag. Het fout zijn. Als je verwacht dat die cultuur veel meer waard wordt, dan moeten er ook wel veel meer mee naar buiten komen. Ik weet niet of dat de juiste is, hè. Wij komen er heel erg mee naar buiten. Ja. Nu, hoe? Wij kunnen dat vandaag omdat dat voor ons het belangrijkste is vandaag. Ja. En ik werf liever iemand aan die daar nog veel meer moet bijleren dan iemand die daar eigenlijk alles al kent, maar helemaal niet in uw cultuur past. Dus op dat vlak, wij proberen er constant mee naar blijven binnen buiten te komen. Ja. Omdat dat is hetgeen voor dat wij vandaag met Marvels eigenlijk vooral voor staan. Je kunt niet verwachten. Je zegt van, het is eigenlijk een wapen dat je hebt, maar je zet hem niet in omdat je niet wilt dat mensen solliciteren vanwege cultuur. Je wilt dat ze solliciteren vanwege inhoud, zeg maar, wat je doet. Maar je kunt niet dan zeiken dat er misschien niet... Je moet niet zeggen, ze weten dat ze komen. Dus ik zou zeggen, denk inderdaad, een inhoud zeker zo belangrijk is, maar die inhoud van die job, die is er op zoveel plaatsen. Dus het massa aan dat soort jobs is er zoveel. Het extra inzetten van dat extra wapen is dan wel, vind ik, wel meerwaarde om net dat tikkeltje meer aan te trekken. Dat is alles geen... Met Marvels hebben we nu echt de switch gemaakt, meer en meer, naar een employer branding agency. Gelukkige werknemers is hetgeen dat wij in geloven en we zijn daar sterk in. En dat willen we nog meer bij andere bedrijven gaan doen. Ja. Maar goed, het moet er wel zijn, hè? Want je hebt dan een andere kant van de bedrijven die dat zeggen van bij ons is dit en bij ons is dat. Totdat je de realiteit ziet dat het helemaal, helemaal niet klopt. Hè? Die gaan mensen aanwerven waarbij dat de mensen zeggen, wauw, tof en dergelijke. En na een week komt iedereen er. Dit klopt. Dat is waar ik zat. Waar ik vroeger zat is dat. Ja, dan blijven ze ook niet. Dus ook als bedrijven wijgen. Niet zelf gewoon voorliegen om maar mensen en mensen te trekken. Nee, want dat schiet er ook niks mee. Dat valt ook door de mand. Nee, sowieso. Ik zat daar vroeger en dat werd aangenomen. Dat was een beetje onder de pretense van ondernemen in een onderneming. En we zoeken enkel ondernemers. En de dag dat je zegt van top. Je bent jong. Dat klinkt op zich leuk. Orniva. En eenmaal bezig kom je erachter dat je zegt van als ondernemer heb je zicht op financiële situatie, in en out, blablabla. Dat bedoelen we niet. Waarom niet? Wat ga ik ook mee doen? Ja. Dat is ook zo heel vaak wat wij met klanten ook hebben. Of gewoon überhaupt dat mensen een soort van... We hebben inderdaad heel veel toegang tot data, financiële data van klanten en dat soort zaken. En we moeten altijd... best wel struggelen om mensen daarvan te overtuigen van het is oké dat wij dat hebben en we gaan er niks mee doen en het is secure. Maar we hebben het nodig om onze job goed te doen. Dus ook allemaal uit een soort van angst ingegeven van maar straks heeft iemand mijn omzetcijfer of zo. Je zegt, who the fuck cares? Niemand interesseert het, hè? Dat is zo, vind ik altijd grappig dat het zo moeilijk is, dat zou ik maar zeggen. Dus
Het is duidelijk iets waar jullie al heel lang over hebben nagedacht. Ja, het zijn zaken die daar... Hey, we zijn nu, 7 jaar ongeveer, bezig met meer en meer dat systeem. Ja, blijft voor mij iets... Hey, ik geloof er alleen in dat de enige manier is om een gezond bedrijf te kunnen bouwen. Ja. De andere kant is nog altijd, en dan spreek ik echt over helemaal de andere kant, want het is inderdaad die zijn dichter en dichter bij elkaar aan het komen, maar de andere kant is voor mij echt top-down gestuurd, waarin dat je nummertjes hebt, waarin dat je echt van dat uur tot dat uur achter een bureau moet zitten, want die zijn er nog altijd, hè. Er zijn nog heel veel bedrijven die echt zo die zijn heel stuk groter dan ons. Ja, het is waar je succes op afmeet, hè. Maar ik denk dat dat ook wel gaat, hoor. Ik denk dat je prima, hè, pak eventjes een groot consultancy organisatie, waar dat het gewoon van boven naar beneden is en et cetera. Dat gaat ook wel, hè. Het is niet dat niet werkt. Dat doen we al jaren zo. Maar ik denk wel gewoon voor mezelf. Ik zou zelf dat gewoon niet willen. Hè? Ik zou zelf niet in zo'n type club willen zitten. Dus ja, ik ben niet zo heel christelijk, maar het is zo van, hè, doe een ander niet aan wat je zelf ook niet. Ja, dat jouw eigenlijk dat is eigenlijk dat principe gewoon. Ik denk wel dat ik veel gematigder ben. Ik was vroeger, denk ik, een extremist hierin. Hè? Dus echt heel extreem van. Ik heb dus mijn medevernoot Thomas. Die heeft dat helemaal niet van inborst van ik moet dit ook hebben, zeg maar. Nee, hij was er veel minder een driver in. Hij was veel meer van. Hij kwam ook uit een klassieke organisatie. Hij was veel meer, laten we even zeggen, het klassieke model. Dus hij vindt dat best wel vermoeiend af en toe. dat ik gewoon niet doen op die manier en dat soort zaken. Ik denk dat hij er wel ondertussen daarvoor overstag is of zo. Maar hij heeft wel echt wel een paar keer tegen mij gezegd van ja, Matt, zorg maar dat je zeker bent dat het allemaal wel waard is. Hè? Wat je zo, hè, dat we zoveel aan het doen zijn voor mensen en dat soort zaken. Ja, maar ja, twijfelde dat dan? Ja, soms. Ja, dus in de regel nee. Hè. Maar wat lijkt dan? Ik vind dat het soms... En dat klinkt niet heel erg corny of zo, maar... bedankt. Het is misschien ook wel de pech. We hebben allemaal mensen, heel veel mensen die net uit school komen, dus niet veel eerste werkervaringen daarvoor hebben gehad. Dus we hebben geen vergelijkingspunt, maar gewoon, het is allemaal vanzelfsprekend. Ja. Het is meer. Het is allemaal maar normaal of zoiets dergelijks. Gewoon thank you. Dat vind ik wel aan mij, want dat ken ik wel, ook wel gemerkt. Hè. Mensen die daar vandaag van school komen, We hebben geen idee. Dus het meest ideale zijn mensen die een jaar op een ander gewerkt hebben. En dan in de cultuur terecht. Ja, absoluut. En dat zie je ook. Hè. We hebben op een gegeven moment ons kenteljaar, 2015, 2016. Ja, die mensen dat toen eigenlijk van het meer top-down gestuurd, nog, hè, waarin we 2015 een serieuze financiële kater hebben overgaan. We hebben nog 2016 ons eerste jaar gekenteld, echt nog winstgevend. Maar die hebben het wel meegemaakt. Ja. Die hebben, hey, dat was een pc, oké, is goed, ik start hem op, ik ga boven koffie halen in ons vorige kantoor. Tegen dat ik 10 minuten later ben, is mijn pc misschien opgestart. Ja. En vandaag starten mensen met vet van, hier is een nieuwe lap, een nieuwe MacBook, hier is een iPhone, en alles erop en eraan. En toen was het een jaar waarin dat zei van, oké, wacht even, elke euro dat binnenkomt, gaan we goed bekijken, wat gaan we daarmee doen? En oké, die bureaustoel valt misschien half uiteen, maar... Het zal zo zijn. Ja, dan zullen we nog wel even duct tape rond doen, dat we daar nog een half jaar mee door kunnen. Ja. En dan stap voor stap komt die naar positieve en dan begin je te kentelen. En dan merk je wel, mensen die vandaag van school komen, ja, dat is allemaal vanzelfsprekend. Ja, absoluut. Die cultuur is er. Hè. Ja. Ik geloof heel erg in die mensen die kenteling hebben meegemaakt, dat er nog het meeste is geleerd en het meest krachtige zijn. Ja. En ja, als je vandaag eerst ergens anders gaat werken en dan in zo'n organisatie, dan zie je echt. Dan beseft het pas. Dat wordt op een heel andere manier. Dus dat denk ik ook. Dat is een feit. Dus aan de ene kant wil ik dat, maar dat is eerder gewoon van.
dat is leuk, hè? Dus ik zit daar niet met, oh, je moet elke dag een schouderklopje hebben of zoiets, helemaal niet. Ik weet dat we een paar jaar geleden hebben ze dat een keer gedaan, zeg maar, een groep hebben ze iets gedaan voor Thomas en mij. Volgens mij was het voor het x jaar bestaan of zoiets. Nou, dan is dat wel eens gewoon leuk om gewoon die erkenning te krijgen van, ja, jongens, het is niet normaal, we snappen dat en hetzelfde geldt eigenlijk naar klanten toe, hè. Het feit dat wij gewoon met jullie werken, klant, zonder dat we enige verplichtingen, hè, contractueel en dat soort zaken, en je mag gaan en staan waar je wil, ja, hè, is niet normaal. Realiseer je dat? Hè, want we hebben ooit een keer, we hebben dat op zich afgeschaft, want het werkt niet, maar we hebben ooit tegen klanten gezegd van, kijk, hè, we hebben geen contract en et cetera, en we hebben een rode kaart en een groene kaart, waarbij een rode kaart is, als je nou vindt dat het echt shit was, want we maken ook fouten, we hebben ook wel eens mindere perioden en dat soort zaken, als het nou echt shit is, mag je rode kaart trekken en dan hoef je, nou, dat was dan een beetje keken wat de omvang was, maar laten we zeggen, de helft van de fee van het normale maandelijkse bedrag dat je moet betalen, moet je niet betalen. Ja? Ja. En het is at your discretion. Hè? Dus jij vindt dat dat de toegevoegde waarde niet is, rode kaart. Ja. Dan moet je het enige wat we vragen is, leg even uit waarom, zodat we er iets aan kunnen doen, maar we gaan nooit onderhandelen over het is niet waar. Ja? Als jij dat vindt, is dat okay. Maar we hebben ook een groene kaart, tegenovergesteld is net zo goed waar. Doen we heel veel. Nou, betaald. Hier is de groene kaart. We betalen ook de helft dan, hè, meer. Of whatever het bedrag dan. Hè. Weinig groene kaart in mijn leven gezien. Weinig groene kaart in mijn leven gezien. Ja. Als in geen. Ja, oké. Okay. Ja. Maar veel rode? Of? Nee, want dan zouden we denk ik niet meer bestaan. Dus daar doe je alles aan om dat tegen te gaan. Dat is zo. Ik weet niet, er is zo'n bedrijf geweest ook die eigenlijk uiteindelijk gezegd heeft van betaalde als klant maar wat je waard vindt. Hè. Ah ja, zo. Nee, of een restaurant was dat ergens. Ja. Die dat eigenlijk zei van, komt gewoon uit en je bestelt gewoon. En op het eind van de rit, betaal je wat je denkt. Beslis je zelf wat de rekening wordt. En volgaan of niet volgaan? Ja, dat bestaat nog altijd. Hè. Dat is ook weer een waarin het gaat van, ja, wat vind jij waard wat je wat te doen. Dat is een andere manier, hè. En als bedrijf, ja, goed, maar in zee is dat ook een beetje hetzelfde ding dan loon. Hè. We hebben ook het loonexperiment gedaan, waarin dat mensen zelf mochten bepalen wat dat ze verdienen. Ja. Volgens heel de zelfsturingregel. Maar daar ook, hè, in zee loongesprekken, ja, in het verleden liep dat ook. Degene die dat het hardst konden onderhandelen, die waren het beste. Ja, ja, ja. En nu komen we in een systeem waarin het veel meer vanuit een team mee beslist wordt en meegedragen wordt. Ja. Ja. Terwijl dat ook, dat is ook weer dezelfde dingen, discussie dan met verlof, waarin de mensen zeggen van ja, maar als ze dat bij ons mogen bepalen, dan gaat iedereen maar 10.000 euro per maand vragen. Ja. Nee, dat is niet. Mensen zijn wel realistisch gewoon. Ja. Je moet ze wel inzicht geven in al hetgeen wat nodig is. Ja. Ze moeten wel weten hoe. Ja. En dat werkt ook. Hè. Ja, ja. En zij zei, mijn klanten, misschien is dat wel een interessant leuk experiment. Ja, is goed. We geloven erin dat we meerwaarde hebben. Laat het ons bewijzen. En op het eind van de rit bepaalde bepaal jij maar eens wat je denkt dat het waard is. Maar moet je dan ook niet de klant voor een groot stuk opvoeden? Want uiteindelijk, jij hebt die cultuur in jouw bedrijf. Je hebt voor jezelf die visie, noem maar op. Je klant moet daarin meegaan. Op zich, laten we even zeggen, het hangt een beetje vanaf met wie we praten. Maar bijvoorbeeld, ons type klant, we praten best veel met een ondernemer. Dus die... ik zou daar tegen zeggen van kijk, en je moet ze raamwerk geven inderdaad. Hè, dus je moet zeggen van kijk, onze fees die wij normaal gezien vragen is tussen dit en dit. Ja. Hè, dat je een beetje weet wat is nu veel, wat is nu weinig voor jullie. Je moet het kader scheppen. Hè. Ja. Dus je kunt niet zeggen, wij gaan werken zeg maar. Hè, want dat is geen idee basically. Ja. Hè, ook al heeft hij een vorig bureau, maar we doen niet exact hetzelfde. Dus, dus je moet daar denk ik wel een kader scheppen. Dat is met lonen denk ik ook. Hè. Dit is wat mensen ongeveer verdienen. En dan is het at their discretion, maar ik zou wel erbij zeggen van kijk, snap, als je de kantjes ervan af wilt lopen, dat wij dus niet meer gaan, dat wij niet ons gewaardeerd voelen, dus dan gaan wij ook niet dat doen wat we moeten doen. Hè? Dus, ja, voilà, dat gaat altijd terug in evenwicht komen. Ja, dat komt in evenwicht, dat denk ik ook. Dat is wel een experiment. ik zou dat nog wel aandoen. Ja, misschien wel eens testen. Ja, want als je geluk hebt, zijn er nog partijen betrokken en word je ten opzichte van hun afgezet en hun kost.
Dus stel dat je zegt, oké, we hebben dat wel eens bij klanten bij grotere, dat zijn meerdere bureaus betrokken. Bijvoorbeeld, wij doen Nederland, die doen België of vice versa of whatever. En dan wordt je impact wordt gestaafd ten opzichte van die ander. Dus als die nou heel veel meer krijgt, omdat je dat niet weet, omdat je niet weet wat de concurrent betaalt. Jij doet het beter, dan gaan we meer krijgen zonder dat je dat doet. Andersom natuurlijk, hetzelfde, maar goed. Ik had de vorige keer een vraag. Oh ja. Dus de vorige keer dat wij spraken, zei jij van, we zijn met lonen, dat we die zeg maar centraal leggen. Maar dat was toen zeg maar meer de experimentkant, hè, van iedereen bepaalt zijn eigen loon. Of in een team, hier is een zak met geld en dat is wat we hebben, regelen. Wij hebben lonen terug achter gesloten deuren gezet. Om de reden, niet dat we dat willen. De enige reden dat we dat hebben gedaan is omdat we zagen dat... lonen naar elkaar toe begonnen te groeien. Dus mensen die heel veel waarde toevoegen, dus zeg maar via Messi van je team, begint evenveel te verdienen als de man die nooit van de bank afkomt. Of vrouw die nooit van de bank afkomt. Dus dat vonden we niet juist, want we vinden dat Messi best wel meer mag krijgen dan iemand die aan de andere kant. En we hadden constant een gesprek over waarom ben jij geen Messi? Dus we zijn aan het verdedigen dat je, we zijn dus niet jouw groei aan het bespreken, maar we zijn aan het uitleggen waarom jij niet net zo goed bent als die of als die. Omdat mensen altijd de neiging hebben dat ze zichzelf beter vinden dan het gemiddelde. Net zoals 100 autobestuurders vinden dat ze allemaal net iets beter zijn dan de average, wat niet kan. Dus dat probleem, er waren echt issues. We vonden dat de verloning niet eruit zag als een team zou moeten zijn. En we vonden dat we gesprekken moesten voeren met mensen. Niet alleen ik, maar gewoon ook al met peer-to-peer en dat soort zaken. Die super negatief waren. Dus hebben wij dan gezegd van, oké, zolang dat we dat niet opgelost hebben, als in de manier van feedback geven, et cetera. Ja, dan gaan we dat niet nog een keer blijven doen, want we maken mensen eerder ongelukkig dan gelukkig. Maar ik vind dat is onze grootste uitdaging naar verloning toe. En zit hem er nog in dat, dat het heel makkelijk is om iemand feedback te geven van hey, dit is goed of je bent lekker bezig of zoiets dergelijks. Maar de andere kant van de medaille, waar dat je zegt, ik vind dit echt shit, dat dat... toch bij ons echt moeilijk is om dat over de bühne te krijgen naar mensen toe. En wij zeggen, zolang dat niet goed is, niet ik, maar wij vinden dat... ik denk dat... Zolang dat niet goed is, kun je die verloning ook niet naar de voorkant openzetten, want je gaat altijd zeggen dat het goed is. Wat niet kan, ook niet. Klopt. Bij ons is dat een open feedback cultuur. Dat is zo belangrijk dat mensen echt zeggen waar dat op staat. Maar heb jij ook het gevoel dat mensen veel makkelijker de positieve dingen zeggen dan de negatieve? En hoe vecht je dat dan tegen? Want je wilt eigenlijk dat die negatieve dingen ook op tafel komen. Die zijn misschien zelfs belangrijker dan die positieve dingen nog. Proberen mee aan te geven. Zelf daar ook een belangrijke rol in steken. Ja. En als er dingen zijn... die dat je ziet gebeuren, de juiste personen polsen om te zeggen van oké, is goed, maar deze klopt toch niet, hè, binnen het team. Ik heb gelijk, we willen daar mee aan de slag gaan. Je zegt dat, Niet altijd zelf het gaan brengen, maar wel de persoon gaan zoeken die daar, gaan aanspreken erop. Die daar ook impact heeft door hetgeen wat er ergens is fout gelopen. Maar hoe zie je dat? Want je begint steeds decentraler te worden, dus je ziet gewoon niet meer wat er in die teams gebeurt. Gezien niet anders inderdaad. Ik volg hier en daar nog wel. En als er echt iets fout loopt, dan hoort het meestal wel. Maar dat zijn dus... Dus dat zeg ik ook. Dus ik zeg bij ons van, jongens, het feit dat ik niet zeg van dit is niet goed of dit zou beter moeten of zoiets dergelijks, is omdat het gewoon ook goed is. Het is niet omdat je niks hoort dat het daarom slecht is. Integendeel. Anderzijds realiseer ik me ook wel dat... de enige dingen die bij mij terechtkomen zijn eigenlijk de extreme. Dus dat echt uit de hand. Want anders wil je eigenlijk dat in een team wordt opgelost. Dat hoef ik niet bij te zijn en het zelf regelen en dat soort dingen. Maar ik weet dat wij al, laten we zeggen toen we kleiner waren, toen ik nog wel alles zag, al niet goed waren in dat open feedback geven naar both sides.
Dus ik verwacht ook niet dat dat nu in die teams opgelost is per se. Ja. Dat is denk ik misschien wel een van de moeilijkste dingen in organisaties op zich. Ja. Dat is ook iets dat we nooit niet geleerd hebben. Hè. Nee, ook al. Nooit geleerd op de schoolbanken hoe dat je feedback moet geven. Of hoe dat je, dat klopt, ik denk dat vandaag hetgeen ook zien en horen en dergelijke, wel wat gebeurt, maar ja. Blijft een uitdaging. Of dat vandaag alles wordt uitgesproken, en, nee, ik denk dat we daar niet zijn. En denk je dan dat verloning goed gaat? Als je dat dan openzet in een groep? Ik heb zelf de gesprekken niet meegedaan, bewust niet. En hetgeen wat daar heb zien gebeuren en de evaluatie daarvan geweest, is dat wel oké. Ja. Daar zijn wel dingen benoemd waarin de mensen zeggen, ja, ik vind dat ik eigenlijk daar staan, waar dan het team eigenlijk zegt van oké, maar dat is niet waar. Dat is de rol die dat je 2 maanden geleden hebt opgenomen, ja, aan spreken. Ja, ja. Dus ik ken niet dat je daar vandaag al klaar mee bent, zeg maar. Al op het niveau staat waarin dat je zou moeten. Hè. Ja. We kunnen dat niet mee en als team dat niet oké vinden. En dan is er natuurlijk, waar we nu heel hard aan het uitwerken zijn, is echt wel zo'n groeitraject, hè, waarin dat mensen wel zeggen, oké, is goed, binnen een jaar wil ik daar staan. Onrechtstreeks wordt dat wel, ja, omdat dat een groeitraject is dat binnen een team wordt mee beheerd, onrechtstreeks komt dat in loongesprekken wel terug. Ja. Je zegt dat je binnen een jaar van in die rol van junior naar major wilt evolueren en daardoor dat en dat wilt gaan doen, als stappen. Ja. Ja, dat weten wel of dat het is of niet. Hè. Ja, ja. Je kunt niet zeggen van, ja, nu ben ik daar, zonder eigenlijk echt dat groeitraject te volgen. Ja. Dus dat komt wel mee wat in die gesprekken, en zit daar wel wat en hebben jullie dan ergens gekaderd en vastgelegd, wat is een junior en wat is een medior? Ja, dat zijn we nu volop aan het doen. En dat, wel echt, dat het echt wel meetbaarder wordt. Dat je echt wel kunt zeggen van, hey, dat het geen discussie is, ja, ik vind het wel, ik vind het niet. Ja. Nee, oké, volgens die dingen ja, is het of wel of niet. Ja. We hebben dat ook, dus we hebben een soort van framework waar dat je in kan evalueren van zeg maar good to great. Wat heel makkelijk is eigenlijk voor mensen die hier bij ons een jaar, anderhalf, 2 jaar zitten, want dat is gewoon ook naar verantwoordelijkheden toe. Daarna is het veel vloer, zeg maar, van. Is het veel minder tastbaar, hè? Van oké, je gaat van junior naar medior, dat ziet iedereen, hè? Want je kunt dit, je kunt dit niet. Ja, makkelijk. Meetbaar, ja. Dan naar medior, naar senior toe, dan is het al van oké, tot hoever ben je eindverantwoordelijk voor klanten en dat soort zaken, dus dat is ook nog wel vrij goed te doen. Maar van senior naar super senior, bestaat ook niet, er is een reden voor of zo, is heel veel moeilijker, hè, vind ik, omdat vast te krijgen en is veel meer intangible. Het gaat dan over impact op de organisatie, impact op klanten in zijn geheel, niet enkel jouw eigen klanten, maar dat soort dingen. Ik vind dat het blijft moeilijk, maar eigenlijk is het misschien ook, realiseer ik me nu dat ik zeg van dat we dat lonen nog niet goed hebben, blablabla, is we hadden dat niet goed op het moment dat ik mee aan die tafel zat. Ja? En daarom hebben we met z'n allen toen besloten van dat gaan we niet meer doen op deze manier. Maar ik zit niet meer aan die tafel. En het is ook een stukje uit, oh ja, het was toen niet goed. Een soort dus, van angst. Dus het is nu ook nog steeds niet goed. In plaats van gewoon te zeggen van, fix it. Regel het. Want op zichzelf zou het voor ons best wel makkelijk zijn als organisatie. Dat we gewoon kunnen zeggen, we hebben 2 teams, straks 3 teams. Dat je gewoon kunt zeggen, kijk, dit is wat er aan budgetten is voor loonsverhogingen en leuke dingen doen. Punt. Er is gewoon niet meer. En daarbinnen moet je beslissen het vanuit een team. En beslissen uit een team wat je doet. Ja. En want het zou voor ons op zich veel makkelijker maken. Dat we dat niet allemaal ook nog moeten gaan doen. Ja. Want nu is het ook al met klanten. Is dat ook al zo? Dus klantenverdeling naar tussen mensen en dat soort zaken. Wie werkte op die klant? Was ook vroeger 1 grote puzzel die Matthias moest leggen. Wie doet dat? Wie dat soort dingen. En nu is het team. Dit is klant. Verdeel het. Het is gewoon, dat scheelt gigantisch veel werk en geregel en met mensen praten en dat soort zaken. Dus wij proberen toen noemen we ons ook niet junior, medior, senior, maar wij proberen dat veel meer op
op een rolniveau te doen. Ja. He, op die manier, je gaat op een gegeven moment een senior zijn in iets bepaald, maar je kunt nog perfect een junior zijn in iets anders. Dus er zijn veel meer verschillende, mensen pakken veel meer rollen op die veel breder zijn. Waardoor dat ze mooi zeggen, oké, goed, ja, hier ben ik op dat stukje op senior niveau en ik kan daar nog wel wat bij leren en de markt volgen wat daarin verandert. Maar niet te grote stap. Wel goeie. Maar ik heb eigenlijk ook interesse in dat stuk. Ja. Maar dat ken ik nog niet. Hey, daar ben ik vanuit een junior, dus daar heb je nog wel een groeitraject in. Dat zou je wel kunnen doen. Dat zit in de skillset. Dat is meer jouw skill, maar goed, er zijn soms mensen die dat zeggen van oké, goed, ik ben wel nog copywriter en ik heb ook interesse in sales. Dus ik zou een stuk van mijn tijd willen spenderen als sales, wat ik vanuit junior ben. Of dat, dat gaat heel breed en dan krijg je die verandering waarin ik echt geloof dat mensen echt kunnen testen van is dat nu iets wat ik wil doen of niet? Gewoon aan een tijd doen en gewoon naar het bepaald. Maar pas je de verhouding projectmanagement of. Maar pas je de verhouding daar dan ook op aan? Want als je zegt, ik ben senior marketeer of weet ik veel wat, maar ik ga nu een junior sales worden, dan wordt dat ook B op. Ja, maar mensen gaan nooit bij niet. Nooit. Ik vind dat, want je vraagt, mag je maar van verloning naar beneden bijvoorbeeld? Ja. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Ja, maar mensen gaan nooit niet vanuit een fulltime job in het een ineens naar een... Dat klopt. Dus ik zie het meer van, oké, is goed, ik ben 100% van mijn job als dat bezig. Ik ga naar 30% en ik ga naar 20% dat stukje bijpakken. Totdat ik daarop kan evalueren om eigenlijk daarin te groeien om ook die senior te zijn. En inderdaad, dan zou ik ook nooit niet zeggen van oké, is goed, we gaan hier terug naar een junior loon en we gaan van daaruit terug... Ik vind dat fundamenteel wel, zo zou het wel moeten zijn, vind ik. Dus vandaag verdient Messi niet wat hij 2 jaar geleden verdiende, omdat hij gewoon niet meer de ster is en de allerbeste is in de ploeg en de hele ploeg draagt. En het feit dat we met z'n allen alleen maar up kunnen gaan qua verloning, vind ik echt ridicuul. Maar daar is het wettelijk kader laat ook gewoon niet toe. En dus we kunnen niet, ook al zouden wij onderling dat afspreken, je kunt naar beneden in verloning, maar dan moet je heel duidelijk kunnen zeggen dat hij een andere functie heeft. Dus dat is niet super eenvoudig, zal ik zo maar zeggen. Maar ik heb daar ook wel eens een boek over gelezen. Het zou vandaag wel eigenlijk veel gezonder zijn, moesten we als mens dat ook kunnen. Hè? Want we zijn geëvalueerd met het feit van, het moet altijd meer en meer. En als ik dat er nog bij pak, dan heb ik mijn verloning. Maar eigenlijk dat stapje terugzetten, moet ook oké kunnen zijn. Ja. Je moet ook op een gegeven moment kunnen zorgen van, deze is het toch niet. Hè? Ja. Maar dat maakt het ook onmogelijk voor mensen om te groeien naar iets anders. Uiteindelijk, hè? Want je kunt niet iemand een superdure marketeer die ervaring heeft of iets wilt doen in sales bijvoorbeeld, kun je niet naar sales zetten, want dat kost je gewoon onmenselijk veel voor degene die bijdraagt. Ja, dus dat is de reden dat er bijvoorbeeld in ons vak, dus wij krijgen wel sollicitaties van mensen die misschien 40 jaar zijn of zoiets dergelijks. En dan zeg ik, ik zou het wel willen. Hè? Maar je bent een of ander genie, maar je gaat willen verdienen. Niet wat een schoolverlater verdient, omdat je gewoon, en dat ligt denk ik niet zozeer aan het bedrijf hoor, dat is ook gewoon, je leven is gewoon duurder. Ja. Je hebt al 3 kinderen of 2 kinderen, je hebt een huis en wij hebben mensen bij ons werken die, die wonen nog soms samen met vrienden, dus dat is hun levensniveau is gewoon. Maar mij gaat het ook veel meer over het feit van, en soms in veel organisaties zien we mensen groeien en dan op een gegeven moment, we zijn sales en een top salesman. En op een gegeven moment is hij zo goed bezig en die krijgt de rol van sales manager. Hè? Want dat is de volgende stap en mag een team gaan leiden. Ja. Maar dat is een heel ander job. Hè? Er zijn heel veel mensen die dan uitgeplust worden en zeggen, maar het is niet omdat je de beste sales bent, dat je de leider bent van een team. Ja. Hè? En dan worden ze meestal, lopen ze daar ten einde of gaan ze kapot of een burn-out of dergelijke. Maar dan moet je in de organisatie ook kunnen zeggen, als je dat niet wilt en je hebt die rol een paar maanden gedaan en je zegt van, deze is toch niet. Ik zet een stap terug en ook in verloning een stap terug. Ja. Dat is altijd wel een hele moeilijke. Het is niet omdat je de krek zijn in het een, dat je dan eigenlijk ook naar die volgende stap, want meestal is dat zo, dan gaan we leiding geven en een team dat doorgroeien. Maar dat is ook niet voor iedereen weggelegd. En dat is ook oké. En dat moet ook kunnen zeggen van,
het echt dagelijks bezig zijn zonder het leiden van het team, is voor mij gewoon het hele. Bij ons is, we hebben niet zo heel uitgesproken rollen of functies of zoiets dergelijks, met de reden dat we vinden dat dat een natuurlijk verloop krijgt. Dus mensen worden een autoriteit op iets, omdat je daar gewoon toevallig het meeste van weet in de groep waar dat je zit. Maar dat wil niet zeggen dat je dat blijft. Ja, en dat hebben we zeker al meegemaakt, dat mensen gewoon heel goed zijn in iets, daar anderen in bijpraten, maar dat die op zich daarna overstegen worden door een ander. Ja, en dus, ja, dan ben je mij niet, hè, toen was je de senior in dit onderwerp, zal ik zo maar even zeggen. Maar ja, dat ben je vandaag niet meer, dus je bent nu teruggezakt, hè, als ik het heel, als ik het zo mag zeggen. Maar onze verloning of onze manier van omgaan met elkaar is daar nog niet op afgestemd. Dus, ik zou op zich geen problemen hebben met, laten we zeggen, rollen te definiëren, maar ze moeten wel heel flexibel blijven. Want ik wil niet iemand de stempel geven, jij bent nu dit. En dat ben je dus voor de rest van je leven. Ja, want dat klopt gewoon niet. Ja. Nee, dat is gewoon niet. Maar bij jullie zitten veel meer, ja, allemaal hetzelfde type jobs. Hè. Ja. Hey, bij ons is een team, je hebt een copywriter, een designer, een social media advertent. Dat is Ja, bij ons is het, dus laten we zeggen, even de disciplines die we hebben. Er is niemand bij ons die kan zeggen, ah ja, ik kan wel Google Ads, snap ik alles van en niks van social media ads. Ja. Hè, dus dat gaat niet, hè. Dus iedereen kan dat. Dus je zit vrij snel, ben je heel breed. En ook de toolings die we gebruiken ervoor, maakt dat de dingen eigenlijk vrij hard dezelfde zijn. Hè, dus als jij heel goed bent in social media adverteren, dan is Google Ads helemaal niet zo sterk verschillend. Ja, de knoppen staan anders en dat soort dingen. Maar qua concept, wat je wil bereiken en dat soort zaken, dat is eigenlijk heel vergelijkbaar. Dus ja, we leiden eigenlijk mensen in de breedte op. En we zijn vrij, als je dat vergelijkt met andere bureaus, vrij nauw. Hè? Nou. We doen niet heel veel. We doen geen webdevelopment of zoiets dergelijks. Hè? Je kunt niet bij ons voor grote branding, reclame, employer branding, dan zeggen wij gewoon nee. Dus wij blijven heel poef, dit is wat we doen. Ja. We zijn daar dan, denk ik, goed in. Ja. Helpt. Maar als persoon binnen deze tent, ja, er zijn 5-6 disciplines die je kunt gaan doen. Ja. Punt. Ja. En daar kun je dan heel goed in worden. Maar het is niet zo dat je heel makkelijk kunt uitwaaien. Er is veel meer in een organisatie dan dat wat je doet. Hè. Dus laten we zeggen, we hebben ook niemand dedicated op HR of cultuur of zoiets dergelijks. Hè. Dat wordt ook maar zo wat bijgedaan door het links en rechts van mensen. Nou, daar zou je ook kunnen zeggen van, kijk, stop met dit te doen. De dagelijkse taken, zeg maar, en ga veel meer dat doen. Hè. Want we gaan het toch nodig hebben. Hetzelfde voor finance of sales of you name it. We hebben bijvoorbeeld ook bij ons geen accountmanagement structuur. Nee. Dus mensen in de operatie praten met de klanten. Dat is één, kosttechnisch al interessant. Twee, maakt wel dat je niet zoveel, je hebt ook weer geen laag daarin zitten. Je hebt geen release in informatie. In informatie, sowieso. Dus dat gaan we doen. Dat proberen we ook inderdaad. Niemand beter dan een designer kan zijn design verdedigen. Zij heeft daar wel een bepaalde reden gemaakt en dat zit goed. Dus het enige waar wij naar zoeken wel is, hè, dus mensen moeten goed zijn in wat ze doen, dus ze moeten heel veel interesse in Google Ads, analytics, data processing, et cetera. Maar kan niet zo zijn dat je dan niet goed kunt communiceren met klanten of zoiets dergelijks, want je gaat beide kanten van de bedrijf moeten doen. Dat is niet altijd eenvoudig. Hè. Dat is dus heel veel mensen zijn heel goed in dit of heel goed in dat en moeilijk om mensen in beide te vinden. Dus vandaar ook dat onze hiring dat best wel pittig is, omdat er gewoon heel veel mensen denken. Daar communicatie met klanten en dergelijke, ook weer iets dat we in school nooit niet geleerd hebben. Nee. Hoe leren communiceren, hoe gaan we gesprekken aan, die soort zaken. Ja. Een brief schrijven, maar vandaag zie ik mijn kinderen nog soms dingen doen op school, dat ze te fan. Een brief schrijven. Het is goed dat ze hun taal leren, maar gewoon leren bellen, leren telefoneren, leren gesprekken aangaan, omgaan met conflicten. Ja. Allemaal dingen dat te vermijden. Ik vind omgaan met conflicten, dat zou ik echt top vinden als ze dat zouden leren. Ja. Hey, want dat is de reden. Wanneer kom ik opdraven? Ja. Als er een conflict is. Dat is echt een moment, hè? Want anders moet ik er nooit niet zijn. Hè?
En die zijn zo makkelijk soms te diffusen. Hè? En, maar dat is inderdaad omdat mensen gewoon, het is niet leuk om te doen per se, zoiets dergelijks. En ik zie daar echt een soort van, voor mij is dat een game. Hè? Voor mij is dat gewoon van, oké, dit gaat niet goed. Hoe krijg ik jou happy en jou ook als persoon die ervoor werkt, hè? Want we moeten ze allebei, het is niet dat jij happy bent, dat jij ook happy bent. Ja. Hoe krijgen we dat geturnd, zodat iedereen de ruimte uitloopt of de call uitloopt, dat iedereen happy is. En ik zie dat gewoon als een spel, wat je eerbiedig moet spelen, je moet niet liegen of zo, ik zie dat gewoon als een spel van, oké, hoe krijg ik mensen terug met de neus in de juiste richting. En, een van onze cornerstones, wat we ook zeggen, bij als we mensen dus onboarden, nieuwe mensen aannemen. Ze hebben dan toch nog een keer wel eens een gesprek met mij of zoiets dergelijks. Dat is echt standaard. Wat ik altijd zeg is, je moet bereid zijn om je echt super kwetsbaar op te stellen. Ja. Dat hebben ze hier op school ook, ik heb Belgisch schoolsysteem gedaan, nooit geleerd. Dat je bek moet opentrekken als je zegt, ik snap het niet, ik weet niet wat ik moet doen. Zoiets dergelijks. Dat is echt uit den boze. Ja. En is killing voor ontwikkeling. Ja. Want je weet niet wat je aan het doen bent. Je durft het niet te zeggen. Dus je blijft maar gewoon shit doen. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar je weet niet wat je doet. Ja. Dus dat wordt er echt ingeramd. Hè, van je moet durven kwetsbaar zijn. En wij zeggen ook altijd van, kijk, hè, de eerste 6 maanden. We hebben een heel intensief onboarding traject. De eerste 6 maanden. We zeggen, oké, ik geef toe, dat is een do-or-die periode. Hè. Dus dat gaat of goed, ja, en dan mag je blijven, of niet goed, of niet. En dan mag je blijven. Hè. Dat is, we zetten die druk wel best, we voeren die druk op, want we willen dat mensen moeten op heel korte tijd heel veel kunnen, dus dat ze een beetje gestrest zijn die periode, of het even niet zien zitten af en toe, dat is oké, dat nemen we erbij. Ja. Ik moet mensen niet de cliff overjagen, maar je snapt wat ik bedoel. Maar we zeggen, als je uit die 6 maanden komt, tenzij dat je de boel hier in de fik steekt of diefstal pleegt of zoiets dergelijks, dan mag je voor je leven lang blijven. He? Dus dan is het nooit dat wij gaan twijfelen aan jouw positie, toegevoegde waarde en et cetera, tenzij er iets heel extreem zou gebeuren. Ja. Dus zorg ervoor dat je je kwetsbaar durft op te stellen, want ja, anders ga je die curve niet halen na die 6 maanden en heb je een probleem. Dus dat zeggen we heel veel, maar dat vind ik, blijft, zie ik gewoon nog steeds, heel moeilijk voor mensen om dat te doen. En we zeggen altijd, ga met gestrekt been de meeting in. Dus dat is, zeg maar, gewoon rechtdoor, zonder iets voor de blad voor de mond te nemen en dat soort dingen. Nou, en dat is, nou, zoals je hoort, ik ben Nederlander, dat is voor Nederlander van nature, wat gewoon zit al meer in de aard. In België, zoals ik zeg, ik heb Belgisch schoolsysteem gedaan, de dag dat je tegen een leerkracht zegt van, wat een onzin, of zoiets dergelijks, die zijn er nog niet. Nee. Maar dat is voor ons echt de 2 belangrijkste zaken. Als je dat goed doet, dan krijg je alle klanten in beweging, de kant waar je ze op wilt hebben, dat soort zaken. En we merken zelfs soms dat we het echt voor nieuwe mensen, en we hebben zeker ook mensen die wat introverter zijn en zo, dus dat minder makkelijk zelf doen, dat we ze echt, we hadden laatst weer zo'n situatie dat we zeiden van, kijk, als jij het niet meer leuk vindt, dan stoppen we gewoon met voor die klant te werken. Ja, dus zeg nu tegen die klant hoe dat je het wilt hebben. Ja. En stel gewoon een ultimatum. Zeg gewoon tegen die klant, kijk, als we dit niet doen op deze manier, dan weet ik niet waarom wij dit aan het doen zijn. Ja. Ja? Dus je mag die klant verliezen van mij. I don't care. Ja. Nou, en dat zijn, als we dat een paar keer doen met mensen, dan zien we van, dan is er echt een switch in. Oh, oké, dus dit is wat ermee bedoeld wordt. Ja. Ja? En, en dan wordt het niveau gaat echt meteen doef zo omhoog. Ja, dat is... Ja, om vertrouwen eigenlijk te geven, denk ik. Ja, ik wou net zeggen, dat is precies meer de angst wegnemen bij je werknemers, dat ze van u dan ook niet over hun oren gaan krijgen. Als dus exact dat. Is die angst de standaard, hè? Je moet hier bij een bedrijf gaan werken en door u of de manier waarop, of, en dan moet je nog niks fout hebben gedaan, maar dan gaat een klant weg. Ja, wordt meestal dus, standaard de schuld bij de mensen ligt, hè? Dat is uw schuld. Terwijl in veel bedrijven nog niet eens weten wat er gebeurd is. Precies. Hier hebben ze ook ooit afscheid genomen van een grote klant die daar... dat klopte gewoon niet. Ja. Gisteren toevallig nog over gehad. Er was een collega aan het bellen met een klant en die was dus zo aan het afmaken dat hij gewoon een traan aan het pakken was. Ja, dat is toch gewoon geflipt. Ik gewoon tegen de klant, ik zeg, sorry, maar zo gaan we niet om met mensen. Ja. Stop het. Klaar. Ja.
deze is het niet, dat is het gewoon niet waard. Ja. En dat is gewoon belangrijk, dat mensen dat ook beseffen. Dat en ze bieden allemaal in. Als je dat doet, als je tegen een klant zegt, want mensen snappen dat ook wel, maar ze zijn ook een soort van, ergens zijn ze geconditioneerd, weet je wat, dit is een leverancier, dus af en toe moeten die eens goed kijken, hè, dan gaan die erin. Hè. Ja. Dat zit erin, hè. En als je dat dus ze daarop aanspreekt en eens een keer zegt van, kijk, als je dit soort mails gaat sturen naar mensen, dan krijg ik mensen heel ongelukkig bij mij. Ja. Dus it has to stop. Of, of hier stopt het gewoon. Ja, hè, want voor mij heeft het gewoon geen zin op deze manier. Dan is het altijd... Maar is het ook niet zo dat dat vaak laat komt? Want ja, gelijk je zegt, als ze beginnen te roepen aan de telefoon of beginnen te schelden in mails, dan ben je al vrij ver in het stadium. Maar is het ook niet zo dat we ons te ver nog laten doen door een klant of door een leverancier? Zeker, zeker. Je bent nog steeds de dienstverlener, dus je laat wel iets meer toe dan dat je normaal gezien zou toelaten. Ja. Maar je moet gewoon een lijn trekken ergens in het zand en zeggen van, kijk, je moet realiseren dat je met mensen omgaat die niet in jouw cultuur zitten, die... waar dat ook druk op uit wordt geoefend. Hè? Dus we praten wel eens met, laten we zeggen, de e-commerce manager. Nou, als het niet goed gaat, nou, die krijgt natuurlijk shit over zich heen. Als die in een super autoritaire organisatie zit, die gaat gewoon door. Hè? Daar wordt tegen geroepen, die roept tegen ons, hè? Zo simpel is het. Ja, klopt. Dus ja, daar kun je wel tegen zeggen, dan moet je moet niet zo met ons omgaan, maar daar zit eigenlijk niet de oorzaak van het probleem. Dus je moet boven hem gaan praten en zeggen van, kijk, ik wil alle stakeholders aan tafel, want jij krijgt stress en druk op ons, omdat er van bovenaf druk wordt gegeven, wat we niet terecht vinden of whatever de uitleg is. We proberen dat daar dan te diffusen. Ja. Maar het is niet super eenvoudig altijd, hè? Dus, dat moet je realiseren. Maar je moet wel echt een grens trekken. Dat is, dat kunnen soms, dat merk ik ook, zoals klanten ook niet begrijpen, dat... die grens of bepaalde beslissingen door de mensen zelf genomen worden. Ja, precies. Dus dat mensen zeggen van, dat gaan we niet doen of dat gaan we ook doen. En dat het voor heel veel klanten soms raar is dat er best wel stevige beslissingen op teamsniveau door mensen gebeuren. Ja. En ze dan zeggen, moeten dat niet aan uw baas vragen? Dat hoeft niet. Dan heb je toch die mail doorgestuurd van, die beslissing is er. Hè. Dat heel veel bedrijven dat ook niet snappen. Hè. Eender welke beslissing op teamsniveau of op menselijk niveau kan je hebben. Ja, bijvoorbeeld ook als... Dus wat we ook wel eens meemaken natuurlijk is nog... Het escaleert. Ja. Dus dan krijg ik plotseling de mail. Hè, dus van de klant die dan mij rechtstreeks mailt. Terwijl die dat eigenlijk normaal gezien met nooit andere mensen praten. Meestal is er iets aan de hand. En eigenlijk het eerste wat ik doe is, ik wil acknowledge. Hè. Ik zeg altijd van, het is echt super vervelend dat... één, ik ben blij dat je stuurt. Twee, vervelend dat je dat gevoel hebt. Ja. Ik ga het meteen bespreken met... ik weet van niks, hè. Dus ik ga het meteen bespreken. Aan de telefoon, het is niet de bedoeling dat je dat dan meteen met die mensen ook gaat bespreken. En ik zeg van, lossen we het niet op, hoor. Dus dat gaat toch. Dan moet je het rechtstreeks sturen, hè. Dus dan krijg je het niet opgelost. Dus ik ga dat wel doen. Maar het is gewoon heel belangrijk dat je inderdaad snapt wat de situatie is en dat je niet je eigen mensen afvallig bent. Wij trekken die lijn in het zand. Dat is niet om tegen de klant te zeggen fuck you, maar dat is vooral om te zeggen tegen de mensen van kijk, je bent in bescherming, dit gaat tot hier en niet verder. En als het dat raakt, dan kies ik altijd jouw kant. Het interesseert me niet wat daar gebeurt. Ik geef ook wel toe, de situatie waar we in zijn, maakt dat makkelijker. We hebben niet één gigaklant die 30-40% van onze omzet vertegenwoordigt. Dat realiseer ik mezelf ook wel. Bijvoorbeeld, een ander ding is, wij noteren geen uren. Wij verkopen ook geen uren. Dus wij verantwoorden ook geen uren. Ja. Maar omdat wij met een vast bedrag per maand werken, maakt dat ons niks uit. Betaald onbeperkt verlof. Financieel gezien doet dat ons niks, want onze inkomstenkant die is niet gekoppeld aan de persoon die op verlof is, ja of nee. Snap je? Dus wij verdienen evenveel, ook al ga je 3 maanden op verlof. Ja. Dus dat maakt het ook makkelijk voor ons om die beslissing te nemen. En ik weet als je dat niet voor iedereen zo'n organisatie zo georganiseerd is. Dus minder makkelijk is dat zo te zeggen.
Dus wat ik ermee wil zeggen is, heel veel dingen die we doen is gewoon ook wel toevallig doordat de situatie waar dat we in zitten het toelaten om op die manier de boel te organiseren of zoiets dergelijks. Oké, maar sommige dingen zijn wel essentieel, vind ik. Want ik, bijvoorbeeld mijn vriendin die zit in het onderwijs en ik heb vaak genoeg de verhalen gehoord dat er een ouder komt klagen om weet ik veel wat dat de leerkracht gedaan heeft. Dat als ik het verhaal hoor langs haar kant zoiets heb van ja, dat is toch logisch wat er gebeurd is. En terwijl de directeur zegt van ja, en dan eigenlijk schrik heeft om de ouders tegen de borst te stoten en dat het kind naar een andere school gaat, wat eigenlijk niet mag. Dus onafhankelijk van wat je bedrijfscultuur is als CEO, vind ik, dat je achter je mensen moet staan, dat je die mensen moet vertrouwen. Dus dat heeft weinig te maken met de situatie van de organisatie aan zich. Ja, eigenlijk is het heel dom van zo'n school, want de leerkracht is een schaarser goed dan de leerkracht. Ja, leerling. Ja, dus ja, één ja. leerling weg of één leerkracht, de implicaties zijn veel ja, maar, anders. Maar dat is dan het rare eraan, dat precies de angst van de klant, en dan zullen we even zo noemen, dat het toch zo groot is dan. Ik denk soms, hè, ik heb kinderen op school, als ik soms hoor hoe dat er vandaag op collega's, leerkrachten, hoe dat vandaag ouders met leerkrachten omgaan. Is echt gestoord. Dat is crimineel. Dat begrijp ik niet. Hè. Ja. Als we vroeger hadden wij respect, dan staat iemand voor u in de klas die u iets wil bijleren, dan moet je respect hebben vandaag, hoe dat ermee omgegaan wordt. En ja, oké, we zijn geëvalueerd, hè. We zijn heel veel twee werkgezinnen en opnieuw samengesteld gezinnen. Het is allemaal veel zwaarder en denken en we moeten veel meer en dan dat er van de kinderen nog eens bij en uitwerken. Hè. Maar dan, ja, het is nooit het schuld van het kind precies. Hè. Het is altijd een leerkracht. Ja, en dat wordt ten opzichte van een leerkracht zo onrespectvol gedaan. Ja. Dat ik eigenlijk ook vind dat een directeur gewoon moet zeggen van oké, goed, hier is onze laan. Ja, ga maar ergens anders heen. Er is een ga maar naar een andere school. Ja, En ik denk dat als. Want ik ken geen één school dat het op die manier doet, maar ik denk dat een school het zo zou doen, er veel meer leerlingen naar die school zullen gaan op een gegeven moment. En dat die imago van zo'n school gigantisch kan groeien. Ja. Om er echt op een duidelijke manier terug naar een meer respectvolle school te gaan. Mm. Want daar wordt soms nou gegaan. Ik zeg, allee, dat kan toch niet meer. Mm. Dat is zo fout. Mm. Maar ja, goed. Het is wel zo, want ik hoor het ook, hè, er wordt heel veel, nooit niet de kinderen en de directeur en dit en zalven, en, maar oh, dat lost er niks mee op. Hè. Nee, dat lost je echt niks mee op. Ja. Nee, zalven lost je echt niks mee op. Nee. En want het is ook nooit zo dat het, hè, dus mensen doen iets slecht, dus als er iets fout gaat, is dat niet omdat je denkt van, fuck it of zo. Hè? Of ik ga het eens even heel slecht doen voor je. Dat is niet zo. Er gaat gewoon iets fout. Dat is 9 van de 10 per ongeluk. Ja. Of althans, dat is bijna altijd per ongeluk. Ja, het is nooit bewust. Hè. Ja. Het is nooit bewust. Het is ook niet altijd te overzien. Hè? Dus je doet vandaag wat op de informatie die je vandaag hebt. En dat blijkt dan een week later van, dat was niet zo handig. Ja. Ja, maar het is niet zo dat je dat expres doet. Hè? Ja. Dat je denkt van, het interesseert me niet. Hè? Ja. Alles in een context bekijken, hè? Dat is heel belangrijk. Hè? Ja, het is ontzettend belangrijk. Bij development is het ook zo van wie heeft deze fucking code geschreven? Maar uiteindelijk, als je dan kijkt, was het toen wisten, was het toen zeiden, was het toen dachten, dan plots. Ja, it makes sense. Ja, het is dat. Ja, en dat is gewoon, dat is wel het geluk wat we hebben, is alles wat wij doen is gebaseerd op informatie die we, data die we hebben, dus het is vrij undisputable. Ja, ja. Dus we zeggen wel, we hebben dat onbeslist op de informatie die hier lag, die jij ook had trouwens. Ja, die logica makes sense. Ja, oké, it turns out wrong. Maar ja, ik had het niet anders toen geweten. Dus wat wil je dat ik doe? Dus dat maakt het wel makkelijker. We zitten in heel tangible, heel meetbare dingen. We hebben ook de meeste discussies met klanten, waar dat de meetbaarheid het minste is. Ja. Klanten waar de meetbaarheid gewoon 100% is. Ja. Niks aan de hand. Ja, recht toe, recht aan. Maar bijvoorbeeld, we werken ook best wel voor, niet heel veel, maar voor een aantal B2B partijen. Daar is de meetbaarheid over de impact die je maakt veel lager. Hè? Ja. Constant discussie. Wat is de toegevoegde waarde? Waarom zijn we dit aan het doen? Moeten we niet iets anders gaan doen? Omdat ze wel hopen dat dat heel meetbaar wordt. Ja. Maar de klanten waar dat we veel transacties hebben of heel goed kunnen zien wat dat is. Zijn we jaren werken we daarvoor. Hè? Niks aan de hand. Ja. Ja, dat is wel een heel grote, maakt het heel veel makkelijker. Ja. Moet je klanten daar soms in heropvoeden, in de manier waarop jullie werken? Niet zozeer alleen de meetbaarheid, maar bijvoorbeeld ook het feit dat, we zeiden het daarnet ook al, dat teams eigenlijk de beslissing mogen maken. Maak je daar ook een selectie in je klanten op? Om te denken, kunnen die daarmee om of niet?
Selectie niet, hè. We gaan niet van tevoren gesprek doen met een klant voor te zeggen dat hij bij ons verhaal of onze purpose brengt. Ik denk wel dat het op een gegeven moment een natuurlijke selectie wordt. Ja. Klanten die niet om kunnen gaan met de manier waarop dat je werkt, die gaan er gewoon wel uit. Ja. Dus en over het algemeen is het aangenaam, hè? Dus ik denk dat klanten, het is net zoals in zo'n cultuur als onze stappen, zeker als je zeg maar even net als school komt, ik moet een persoon meemaken die zegt, oh dat moet ik allemaal niet hebben hoor, die rot op. En dat is met klanten eigenlijk hetzelfde, dat ze zeggen van kijk, hey, we hebben geen account manager, je praat rechtstreeks met de mensen die de dingen, dat vinden ze chill, hè, want ze zijn heel vaak in situaties geweest waar dat er account managers tussen zitten die niet heel goed weten hoe of wat, dus haal hem eruit alsjeblieft. We proberen heel goed door te hebben ook hoe de interne politiek is bij klanten. Dus heel goed aan te voelen, oké, dit is een meeting waar dat ook de basis van jou erbij zit. Ik ga jou gooi hem niet onder de bus, maar ik ga jou wel onder de bus proberen te krijgen. Dus ik ga vooral op jou. Dus dat je dat gewoon heel goed voelt van met wie moet ik eigenlijk praten, waar moet ik mij naar richten, wie moet ik in bescherming nemen, wie niet. Dat en ik vind wat ik zeg, mensen vinden het over het algemeen gewoon heel aangenaam als je gewoon heel duidelijk kunt zeggen die richting uit op die manier. Dit is niet goed, dit is niet goed, dit is niet goed, dit is niet goed, anders. Hè? En dat je dat met gesprekbeen durft te doen. Dat prima helpt, dat gaat. En dat klanten dat dan altijd wel oké vinden. Ik denk dat ik nog nooit een klant heb gehad die weg is gegaan vanwege dat ze zeggen van, oh ja, maar de manier waarop jullie je interne organisatie hebben gedaan. De communicatie met elkaar moet ook werken. Als zij van jou verwachten dat je elke maand, ik weet niet meer, over rapportjes maakt of zo, veel of dat nu een probleem zou zijn. Maar, en jullie zeggen van, kijk, ja, dat doen wij niet. Ja. Dan, of, ik ga een voorbeeld geven uit mijn wereld. Ik ben geen, dat is een klein beetje anders, maar dus ik ben een consultant binnen een team en ik krijg soms van 5 of 6 verschillende mensen, kreeg ik feedback en kreeg ik requestjes om dit te doen en dat te doen en dus en zo. Ja. Op het einde van de rit, als ik met een heel open communicatie zou werken, ik hou het gewoon niet meer bij. Ja. Er is geen prioriteit, er is geen sturing en iedereen heeft nu iets nodig en daar is het wel nuttig dat er iemand voor zit. Maar dat is ook gecommuniceerd moeten worden. Dus in die zin denk ik ook wel dat het soms nodig kan zijn om toch de klant een beetje op te voeden, bij wijze van spreken, naar jullie manier van werken. Ja, we proberen ook wel met een klant heel duidelijk te zeggen van, oké, goed, wie is ons single point of contact? Wie gaat eigenlijk, want we hebben het ook wel gehad vandaan, dan stuurt de marketingverantwoordelijke, dan stuurt de marketingmanager, en dan stuurt de baas nog, en dan krijg je nog wel sturingen. En dat zeggen wij ook heel duidelijk van, oké, is goed, we willen één contactpersoon die uiteindelijk zegt waar de basis zit en waar we mee moeten werken. Want langs alle kanten, dat werkt niet inderdaad. En ik denk dat dat interessanter is om aan de andere zijde heel duidelijk van, oké, die zijn de rechtstreekse lijn, dan er iemand bij tussen moeten zitten. Wat ik wel heb, hè, dus je zegt klanten opvoeden van, we moeten rapporten en dat soort zaken maken. Dus dat is zeker zo. Hè. Dus de klant begint en die zegt van, ja, ik wil wel elke maand, want ik heb een meeting met mijn management of directie, hè, kun je dat maken. We proberen dat gewoon eens te doen, maar dat eigenlijk te killen als dat niet in onze processen zit. Ja, dus het is vaak ook uit angst. Hè? Waarom wil je dat rapport hebben? Omdat je wilt zeggen, wat hebben jullie gedaan? Ik wil dat kunnen verantwoorden naar boven toe. Ja. Maar dat is de toegevoegde waarde die je levert, is niet altijd gewoon in cijfers uit te drukken en dat soort zaken. Dus we gaan daar eventjes in mee, maar we proberen eigenlijk dan dat meteen te turnen naar onze manier van werken. Ja. Want het gaat allemaal over gewoon vertrouwen. Dat. En naar opvoeden toe. Wij hebben denk ik een beetje het geluk, is wij zijn vaak leading in wat ze aan het doen zijn. Hè? Dus het is niet iemand die tegen ons zegt van, ik heb dit nodig. Het is, wij zeggen, we gaan dit doen. Op basis van de data. Ja, we denken dat moet je doen. En dan is het, dus dat is wel wat chiller. We werken dus niet zo in een opdrachtgever, opdrachtnemer situatie. Ja. Dus dat is wel aangenamer, zal ik even zo zeggen. Dus wij beslissen een beetje zelf. Ja. Dan werkt het ook het beste. Ja. En wij doen ook zo aan, we werken uiteindelijk meestal een strategie uit, hè, voor hun merk in de markt te zetten of echt die employer branding. En dan komen we met een plan van, oké, hoe dat gaan we de komende maanden voor u doen. En dan zijn in control. Dan zit in control, dan zit ook overtuigd van, ja, daar gaan we de meeste impact mee doen. En als het op een gegeven moment evolueert naar de klant die zegt van, oké, maar dat en dat en dat is nu belangrijker. Ja, dan
dan is het aan ons om te zeggen, ah nee, we moeten onttrek blijven, want dat wil je bereiken. Hè? Ja, en als je dan meegaat in een klant, ja, dan loopt het meestal wel fout. Want dan is het na een maand of na twee maanden van, ja, maar er is geen resultaat. Ja, ja, ja. Nee, maar we zijn niet daar aan toe dat we voorgesteld hebben. Dat hebben we gedaan omdat je dat allemaal wou van ons. Hè. Ja, dan zitten daar meestal... Wij noemen dat een nutteloze dingen. Een pappen en nat houden klant. Dus op het moment dat je in een rol terechtkomt waar dat je dus operationeel iets aan het doen bent en dat eigenlijk de klant het tempo bepaalt in de richting en dat soort zaken. Vroeg of laat stopt dat. Ja. Ja, en ook rightfully so, hè, want je bent ook gewoon niet meer zoveel impact aan het maken. Je bent niet de richting aan het bepalen waar dat ze je wel initieel voor hebben aangenomen of onder de arm hebben genomen. Dus dat is ook niet onterecht. We zijn niet helemaal moraalridders. Hè, dus als dat gebeurt, dan erkennen we dat intern in eerste instantie. Ja. Dat we zeggen van, nou, hebben we nog het gevoel dat we ergens heen kunnen? Willen we nog daarvoor blijven werken? En sommige mensen vinden het ook helemaal prima, hè? Ja. Om gewoon te zeggen, nou, vertel me wat ik moet doen. Nou, doe ik dat. Hè? En dan vind ik dat helemaal, en dat er ook niet mis mee per se. Ja. En dan valt dat bij ons een beetje onder zo. Oké, dat is pappen en nat houden. Dan blijft het zitten. Maar bijvoorbeeld cashflowmatig houden wij daar geen rekening mee. We weten dat die gewoon elk moment weg is. Weg kan zijn. Ja. En als we het niet meer leuk vinden, dan zeggen we tegen een klant van, hey, nou ja, goed. Moeten we niet eens een keer wat anders gaan doen? Of moet jij niet een keer met iemand anders gaan werken? Of stoppen we ermee? Of zo. Dus dat is een beetje hoe dat wij daarmee omgaan. Oh, klopt wel. Hetzelfde ook zo bijvoorbeeld naar pricing toe. We zetten onze pricing, hoog of laag, is niet aan ons om te bepalen. Ja, dit is gewoon, dus de impact die we maken, wij vinden dat we onze pricing is best wel hard gestegen de afgelopen jaren. Ja? Niet zozeer omdat we veel meer zijn gaan doen, maar omdat we vroeger gewoon veel te goedkoop waren ten opzichte van de impact die we maken. Ja. Ja? Maar iedereen weet wat we offeren aan klanten en wat klanten betalen en dat soort zaken. Dus eigenlijk waren we vroeger te goedkoop, vonden we, ten opzichte van de impact die we maken, verantwoordelijkheid die we hebben, concurrenten die gewoon meer vragen voor minder te doen, vinden wij. Maar bijvoorbeeld intern is dat heel moeilijk. Hè? Want waar dat ze voor hun werk, wat ze deden vroeger, werd er, ik zeg maar, X gevraagd aan klanten. En nu wordt voor datzelfde werk eigenlijk drie keer zoveel gevraagd. Letterlijk. Ja. Ja, dus dat vinden ze heel moeilijk om dat uitgelegd te krijgen. Want dat zeggen we wel, hè? We steken er geen accountmanagers tussen en dat soort zaken. Dus ook niet iemand van sales die constant mee dat opvolgt. Dus jij moet wel kunnen verantwoorden aan zo'n klant. Waarom? Intrinsiek ook. Deze fee. Terwijl dat je weet, ja, vroeger deed ik dat ook, maar dan was de fee nog maar daar. Dat is eigenlijk waar dat we nu intern tegen de grootste problemen aanlopen. Dus dat we eigenlijk veel te lief zijn of braaf zijn om te zeggen van, oh ja, nou ja, goed, ja, dat kan, dat is te veel of zoiets dergelijks. En dat moet ik ook nog heel erg leren, is dat we, dat is iets te duur of niet, is niet aan mij om te bepalen. Nee. De klant moet daar zeggen van, ik vind het duur of niet. Ja. Maar je bent heel snel geneigd om in functie van die klant te gaan denken. En zeggen, ja, goed, ja, dat is natuurlijk wel veel. Of bang van de reactie van de klant. Bang van de reactie, ja, het is gewoon makkelijker om iets goedkoper te verkopen. Ja, dat is misschien helemaal waar. Het is gewoon van, ja, ik weet dat ik hier zeker, dat gaat zeker lukken. Ja, als ik dit moet doen, dan ga ik moeten uitleggen hoe of wat en waarom. Dat is ook wel waar. Ik zie... Zo door de jaren heen, de evolutie wel meer naar een andere kant gaan. Dat mensen veel meer waar... Maar goed, wij zitten in een iets andere business en wij zitten nog wel op, vooral op een urenbusiness. Ja. Dus bij ons is het wel uren versus facturatie. Hè, maar waarin dat vroeger... er werd hier afgesproken met een klant, projectmatig verkocht, er werd aan gewerkt. Hè, en dan aan het eind van de rit, het budget is op, maar we moeten dat nog doen. En de klant vraagt dan ook. En om de klant tevreden te houden, doen we dat nog. En in C maakt het voor die persoon op dat moment niet uit, want elke maand wordt mijn loon bepaald. Ja, precies. Hè. Totdat we eigenlijk echt gecanteld zijn en echt dat besef van die cijfers en het inzicht en dergelijke, en dan tijd versus en ons verlof en zo. Ja, kan allemaal maar blijven draaien dat er genoeg omzet is. Ja. Dus zijn er veel meer mensen die zeggen tegen de klant van, maar... Deze kunnen we niet blijven doen. Deze kunnen we niet doen. Dat hebben we niet geoffereerd. Hè? Ja. Dus we zullen een extra budget moeten vrijmaken. Ja.
Terwijl dat dat vroeger niet was. Hè. Vroeger En dat was de klant zo, kunnen we dat toch nog even doen? Ja, ja, precies. En dat deed je maar gewoon braaf. En dan deed je dat, oh, het zal het even bijpakken. Maar dat even bijpakken is dan toch gauw een halve dag werk. Ja, ja. Dat is goed. En zo doe je of 10 even. En dan, ja. Ja, dan zitten daar, oei, wat zitten we hier in de problemen? En nu werd er veel meer, mijn klant, sorry. Maar dat hebben we afgesproken, dat is er nu. We kunnen dat allemaal nog doen, maar dan hadden we wel een extra budget. Of we zullen dat offereren, of we zullen dat of dat. Ja, ja. Wordt er veel meer bewust omgegaan met de tijd. Omdat dat mensen ook veel meer zeggen van, ja, al hetgeen dat je gratis doet, wil gewoon zeggen dat je hun eigen tijd niet waardevol vindt. Ja, ja. Nee. Je mag je 2 uur gratis van de klant vult. Je gaat zeggen dat je eigenlijk gratis aan het werken bent, maar dat is uw tijd. Hè. Die tijd krijg je nooit meer terug. Dus je vindt u niet waard om die tijd te factureren aan de klant. Ja. Dan dat is niet oké, hè? Ja. Ja, dat is vaak zo. Ga maar je een week gratis werkt voor een klant. Ja, dat doe je toch ook niet. Ja. Dat doe je niet. Dat vinden wij wel heel weinig waard. Weinig waard. Ja. Ja, dat is, ik heb zo nu het idee dat er veel meer wordt beseft. Okay. Ja, ja. Ja, dus ja, denk ik. Dus business is iets anders, hè? Maar, ja. Nou, ik denk dat het dus. Nou, pas op, bij ons is dat op zich hetzelfde. Wij worden ook gewoon per direct overvraagd. Hè? Dus we hebben een systeem dat je zegt, oké, 1 persoon kan maximaal 4 klanten bedienen. Ja. 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 Maar er zijn natuurlijk de klant die het hardste roept. Die gaat met de meeste lopen. Meeste, zo simpel is het. Hè? Want we zeggen niet tegen een klant, kijk, maandag is op. En we zeggen tegen mensen van, kijk, je hebt 4 balletjes. Ja. Houd die in de lucht. Dat is wat we zeggen. Dus wat je net zegt van, kijk, als je maar voor 1 iemand steeds meer blijft doen en je neemt problemen krijgen uit, die andere belangen. En je vindt jezelf niet zoveel waard. Ja. Dat is eigenlijk wel waar. Het is een balansoefening, denk ik. Hè? Ja, dat is een uitdaging hoor. Dus kijk, het is hartstikke leuk dat je geen uren noteert en dat vinden mensen namelijk vaak niet leuk om te doen ook en dat soort zaken. Maar je moet wel mensen hebben die comfortabel, die snappen dat het 4 balletjes zijn en die dus weten dat dat ding beweegt en dat er eens een periode kan zijn dat er 2 balletjes heel hoog in de lucht moeten, omdat ze allebei heel druk hebben. Ja. En periodes dan weer wat minder, hè. Dus het is geven en nemen. Maar bijvoorbeeld, waar komen wij dan wel achter is, als klanten heel groot worden qua omvang, is 4 balletjes. Ja, dat is niet helemaal terecht, hè, want je hebt gewoon een klant die waar je heel veel werk hebt. En dan nog 3 andere balletjes. Ja, dat is dan kunnen werken. Dus dat we toch aan dingen aan het verdelen zijn en dat soort zaken. Dus het heeft ook wel zijn nadelen, zal ik zo maar zeggen. Ja. Het grootste nadeel is met zo'n open, wat doe je voor klanten? En we zeggen gewoon van, kijk, we werken de facto 1 dag in de week voor jou ongeveer. Just keep on coming met, hè, wat gaan we doen? Het stopt nooit. Ja. Dat is gewoon kut. Ja, dat is echt zo. Hè? Dus die klant die blijft natuurlijk maar afvuren. Je hebt geen reden om te zeggen van, tijd is op. Nee. Dus als je mensen daar niet in hebt die dat goed kunnen balanceren, ja, en stressgevoelig zijn bijvoorbeeld of zoiets dergelijks, dan zit je heel snel tegen dat niveau aan. Dus dat is wel waar we proberen op te letten. Daarom dat we ook zo hard zeggen van, er is een streep in het zand. Ja. We proberen heel erg te letten op van, vind je het nog leuk? Kun je het nog aan? Dat soort zaken. Want we weten dat ze op zich tegen hoog niveau constant aan het aanduwen zijn. Ja. Maar is het dan vooral iemand anders die over de mensen waakt, een teamlead bij wijze van spreken? Of is het echt de mensen zelf die je daarin traint voor te zeggen, kijk, zie dat je zelf niet over je limiet gaat? Want niet iedereen kan dat, hè? Nee, dus, en niet iedereen heeft dat door. Hè. Dat is, ik ben oké, paf, het is voorbij, zeg maar. Hè. Ja. Dus in het begin daar ook dat meegemaakt hè, met iemand. Dat is gewoon omdat je niet de juiste mensen hired. Hè, want je moet inderdaad iemand hebben die durft te zeggen van, kijk, leuk, niet leuk. Oh, ja, en die dat durft uit te spreken. Anderzijds hebben we, we proberen wel onze voelsplieten daar wel voor aan te zetten. Ik ben daar niet zo heel erg goed in. Dus ik verwacht van mensen, zeg me of het goed is of niet goed. Ja. En als je zegt het is oké, dan hop, ga ik door. Bijvoorbeeld Thomas, die heeft dat veel, die voelt dat veel beter aan van, hey, wacht, dit gaat niet goed daar of zoiets dergelijks. En die gaat dan, ik doe dat ook nooit, het is niet goed hoor, maar Thomas, die gaat af en toe eens een keer een rondje wandelen met mensen en iets eten met de mensen intern en dat soort dingen. Ik doe dat van nature uit gewoon veel minder. Dus hij doet dat heel goed, denk ik. En dan hebben we intern gewoon
Dus we hebben teams, daar zitten wat we noemen een pacer. En die pacer is eigenlijk verantwoordelijk voor, noem het een teamlead of een manager, I don't care. Maar, die is verantwoordelijk voor well-being, als ook van mensen, als ook van klanten. Dus die heeft ook de verantwoordelijkheid om te polsen hoe dat de taak gaat. En, Maar die werkt ook nog voor klanten. Dus wat we nu hebben gedaan is, we hebben dus een circle, dus een groep aan mensen. Daar zit een pacer in. Die pacer heeft in plaats van 4 klanten nu nog 2. Dat is de huidige fase waar we in zitten. Maar eigenlijk willen we die naar 0 klanten. Want het is dezelfde rol als ik bekleden, pak een beet, 3 jaar terug of zoiets dergelijks. Ik had ook geen operationele verantwoordelijkheid, maar ik zat bij allerlei klanten mee aan tafel. Ja. Dus die rol, dus nu, die pacers worden nu afgebouwd in aantallen klanten. Ja. En dat wordt allemaal in het team geschoven. En die begeleidt het team met de klanten in die portefeuille. Dus dat is een beetje hoe dat we de boel nu gaan organiseren. Want dat werkt ook niet meer. Want vroeger hadden we dat niet. Die teams zijn eigenlijk pas van een paar maanden geleden eigenlijk nog maar. Ja, dus alles was één grote mensenhoop. en ik vond dat prima. Maar ik wist ook bij wie ik waar moest zijn. Ja. Snap je? Maar mensen die nieuw zijn, hebben geen idee. Hè? Die weten niet, als ze een vraag hebben over X, wie dat dan daar het beste antwoord op kan bieden. Dus die hadden niemand echt om richting te bepalen. Dus dat was gewoon niet meer houdbaar, zal ik zo maar zeggen. Dus op een gegeven moment heeft iemand intern bij ons gezegd, jongens, dit is een puinhoop. Niemand weet waaraan en waaraf. En dus dat moet ik ook wel zeggen, een stuk van mijn realisatie is, we noemen het dan met z'n allen al tegenwoordig helemaal anders. Hè. We hebben geen teams, maar het zijn circles geworden. We hebben geen managers, maar het is een pacer geworden. Hè. En dat heet allemaal anders, maar dat komt wel een beetje op hetzelfde neer natuurlijk. Dus dat je eigenlijk toch wel veel meer beweegt naar een klassieker organisatiemodel. Hoewel het fundament van hoe dat je met elkaar omgaat is niet hetzelfde. Hè? Dus, Ja, maar ik denk ook niet dat je kan zonder structuur. Je moet gewoon de structuur inzetten en invullen en de mensen de voldoening en het vertrouwen geven, zodat ze rustig kunnen werken in een rustige en goede stimulerende omgeving. Ja. Maar hoe je het juist noemt en zo, je hebt het zeker van structuren nodig. Ja. Bedoel, daar kun je niet om. Ja, maar ik was daar bijvoorbeeld allergisch voor. Nee, dus ik moet heel erg uitkijken. Ik zal nog een mooie anekdote is. Dus onbeperkt betaald verlof. Ja? En ik zeg, dat is toch een no-brainer. Hè? Dus we gaan dat, want alles wat we doen, moeten we in meerderheid van stemmen, bla 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 bla. Dat is een no-brainer. Dus we zeggen, jongens, we gaan het doen. We deden het in het begin nog niet. Hè? We gaan het doen. Ja? En dan kwam daar zo wat feedback op van, ja, maar wat bedoelen we daar dan mee? En ik zeg, exact wat er staat. Onbeperkt, betaald. Ja? Ja, maar is dat dan, ik kan toch niet 3 maanden op vakantie gaan? En ik zeg, van mij mag jij 3 maanden op vakantie gaan. Hè? Dus je begon te merken dat mensen toch ergens een kader wilden. Leg het heel ruim, maar wel een kader. Toen zei ik, je mag 365 dagen vakantie nemen per jaar. Hè? Ja. Dat is het kader. Nee, dat gaat ook niet. En dan is eigenlijk maar met 1 stem in de meerderheid besloten om het te doen. Dus heel veel mensen, eigenlijk net zo goed de helft, zei eigenlijk, weet je wat, geef ons gewoon een ruim kader, maar geef me een kader waar ik binnen kan werken. Hè? Maar dat is een heel, heel leuke anekdote, want daar wil ik nog opbrengen. In oktober vorig jaar heeft de regering gepraat over een werkweek van 4 dagen. Ja. Ik weet niet, ik heb niet gelezen wat er nu eigenlijk van gekomen is, maar toen, er is ook een poll geweest op het laatste nieuws op de website. Nu, dat is niet de meest betrouwbare bron dan ook weer niet, maar dus daar stond ook van dat 60%, ik vond dat eigenlijk maar 60% van de mensen waren daarmee akkoord. Ik vond dat weinig. Ja. Ik had gedacht dat iedereen direct zou zeggen van, daar wil ik direct voor gaan. 4 werkdagen tegen hetzelfde loon, waarom niet? Ja. Dus kennelijk is dat heel... Wij hebben dat nu ook gedaan bij ons, een experiment. Hè? Dus een groep aan mensen waar dat we niet van elkaar... Ik wist zelfs niet dat we deden. Het letterlijk. Zalig. Ja, dus mijn vrouw die zegt op een gegeven moment tegen mij, hey, heb je... Want deze LinkedIn-post van onze tent, waar dat er staat. Hè, we doen een experiment. 4/5 werken tegen 5/5 loon. En ik zei, ik zou niet weten wie. Dus dat bleek dus een groep aan mensen zijn die dus al een maand op 4/5 eigenlijk aan het werken waren. Zonder dat ik het wist. Ik vond het een, to be fair, een raar experiment. Want je hebt onbeperkt betaald verlof. Neem elke week 1 dag vakantie, dan heb je hem. I don't care. Maar goed. Maar dat is niet iets wat, zeg maar, nu breed gedragen wordt. Oh, dat moeten we met z'n allen gaan doen.
Nee? Oké. Nee, omdat het, als je het openlaat, nobody cares. Ja. He, dus ik ga gewoon nog steeds mailen hoor naar je, want ik heb niet door wanneer dat jij op je 4-5 zit en dat soort zaken. Ja. Dat mensen het ook niet als een belasting zien of zoiets dergelijks. Dat ze, wat wel zo is, is dat mensen het werk wat ze in 5-5 kunnen doen als ze even wat meer gas geven, ook in 4-5 gedaan krijgen. Dat dat prima gaat. Mm-hmm. He, dus is bij ons dat het eigenlijk nu unconclusive is. Want er zijn mensen die het gewoon niet willen. Er zijn mensen die dat wel willen, maar dat het de facto niet gebeurt. Omdat je niet die ene dag echt afschakelt. He, je blijft je gsm hebben, je mail blijft gewoon binnenkomen, je Slack blijft gewoon draaien. Dus je wint er niet heel veel mee. Maar is dat hier ook niet eerder de angst om toch niet beoordeeld te worden door je collega's of zo? Of het ze niet in de steek te laten misschien meer? Allee, als heel veel organisatie dat zou doen, dan zoiets niet. Hè? Maar ik denk, ik geloof ook wel, zijn systemen... Ik geloof ook wel veel meer in het systeem wat wij vandaag hebben. Wij zeggen, je werkt 38 uur. Hè? En je pakt verlof wanneer je verlof wilt pakken. En als je graag die maandag en dinsdag 10 uur werkt en dan woensdag niet komt werken. En dan dat is oké. Dat is goed. Dus er zijn soms mensen die zeggen, kom tegen 10 uur, kom tegen 4 uur naar huis. Is dan wel weinig, maar goed, die dan s'avonds nog bezig, of die is morgens of in het weekend. Well, the job must be done. En dat zeggen we, we gaan naar een 4-5 de week. Ja, goed, dat is weer zo, dat is meer een regel van, iedereen moet elke week zien dat het gepland is. En dat, ik denk dat dat veel meer druk met zich gaat meebrengen. En dat te zeggen van... Je geniet echt vrijheid. Geniet van die vrijheid. Pakt wanneer dat je nodig hebt. Ja want dat is soms drukke weken. Wat hier soms ook, wat er veel meer moet gebeuren. En als je dan zegt van, nu kan het niet en nu moeten we... Nu moeten we een dag extra gaan werken om dan van, dan krijg je dit soort zaken. Ja. Ik denk dat het is, in concept snap ik het, hè, dat je zegt van, het zou toch beter zijn dat we meer tijd voor je familie en vrienden en weet ik veel wat. Hè. Dus ik snap dat. Maar dat is niet de root van de problem. De root van de problem is dat mensen niet zelfbeschikkingsrecht hebben in de organisatie waar ze werken. Ja. Daar zit het kern van het probleem. Het is toch ook de zotte, vind ik. Hè? Dus waar ik vroeger werkte, en dat klinkt nu super verwend, dat weet ik. Maar waar ik vroeger werkte, en dat was voor mij de knak, was dat ik zei, ik ga op vakantie. En dat iemand tegen me zei, mijn manager op dat moment zei van, ik weet niet of dat kan. En dat ik echt denk, what the fuck, ik ben geen fucking kleuter meer op school of zoiets ergens. Waar dat je, wie ben jij als persoon om tegen mij over mijn eigen leven te kunnen zeggen van, je mag dit niet. En ik denk dat dat veel belangrijker is. Is dat mensen gewoon... Je moet mensen heel veel verantwoordelijkheid geven. Echt ontzettend veel verantwoordelijkheid. The job must be done. Zoals jij net zegt. En als jij dat in 4-5 doet. Of in 3-5. Of in 1-5. Of in 7-5. Of 7-7. Dat is ook oké. Prima. Want ik vind er helemaal niks op tegen dat mensen in een weekend werken. Vind ik prima. Als jij dat oké vindt. Als jij daar oké mee bent. Inherent in je eigen body. Dan is het toch prima. Stel dat het dezelfde regel is die we dan nu die gesprekken vooral over gaan hebben. Na 5 uur mag de baas u niet meer bellen. Waarom? Ik ook vind dat ook. Hè. Of na 5 uur mogen we een mail niet meer checken. Dat is ook zo'n bedrijf dat vanaf 5 uur de mailservice afsluit. Hè, dat je geen mails meer kunt binnenkrijgen. Maar ik begrijp dat niet, want dan gaat het net meer stress en meer drukte hebben om tegen 5 uur nog iets bij wijze van spreken klaar te hebben. Oei, die klant moet nog iets antwoorden, ik krijg mijn mail die binnen, of ik kan niet bellen of dergelijke. En je haalt het probleem er niet uit. Het feit dat jij om 8 uur een mail binnenkrijgt, dat jou zoveel stress geeft, dat je zegt, fuck, ik moet daar lezen, en fuck, ik moet erop reageren, dan gaat iets mis. Ja. In de root, niet dat je die mail niet krijgt of wel krijgt, daar zit het probleem helemaal niet. Dus het is een pleister in mijn ogen, het is helemaal geen oplossing van cultuur. Je zet zelf meer in heester over je eigen tijd. Punt. Klaar. Maar dat iets... start het mee. En je moet mensen creëren die durven zeggen tegen een baas, doe het, als jij mij om 5 uur belt, schiet ik in de stress. Dus, of ik doe het niet, of waarom schiet ik in de stress en daar moeten we iets aan doen. Dat moeten we zien te cultiveren bij mensen en trainen bij mensen en dat soort dingen. Zie, maar dat sprak ik naartoe wel. Dan is het eerder de mensen die meer dat besef moeten krijgen dat ze niet de robots zijn die moeten doen wat de baas zegt dat ze nu moeten doen. Maar daar zijn ze toch al lang niet meer. Ik snap niet waarom dat daar zo'n angst in zit. We zijn met te weinig mensen hier in West-Europa. Hè? We zijn met te weinig mensen. Hè? Ja.
honderden duizenden vacatures die openstaan die niet ingevuld zijn. Ja. Ik snap niet waar dat die angst vandaan... Dat klinkt nu weer ook uit mijn positie, maar ik snap niet dat die angst er is. Iedereen die goed kwalitatief werk kan leveren in deze maatschappij heeft morgen iets anders. Ja. Ja. Dus begin gewoon met vanuit die houding. Zo van, kijk, ja. als mensen dat nou zouden gaan doen, denk ik, dan durf je al veel sneller te zeggen van, hey, dude, hier is mijn persoonlijke lijn. Ja, die persoonlijke lijn trekken. Die persoonlijke lijn. En mensen respecteren daar. Want ik moet de baas wat meemaken die zegt, Julijn, hè, fuck you, daar is hem als ik dat zeg. Ja. Dat is niet. Mensen zitten niet zo in elkaar. Ook, niemand zit erin om zijn mensen uit de melk om te knijpen. Dat is niet... Ik geloof dat niet. Daar ben ik niet helemaal mee eens. Ik geloof dat echt niet. Ik denk niet ik bewust, denk maar ik denk... Ik denk wel dat er bedrijven zijn die daar nog in het hele oude systeem zitten om mensen... En gewoon zeggen van, als we dat nog doen... Dan kunnen we deze citroen nog verder uitpersen en nog blijven napen om te zorgen dat de aandeelhouders en dat hele ding het meeste overhouden. Ik geloof niet. Want dan ga je er eigenlijk van uit. Samen bedrijven we dat vandaag gebeurt, hè? Nee, dat is... dan gaan we er dus vanuit dat er dus inderdaad... dat mensen dus niet goed zijn en op zich dus wel slecht van inborst. Want je weet, ik ga jou nu knijpen, maar... Fuck jou, het interesseert me niet dat je de burn-out ingaat. Dat is wat er dan, wat je dus zou zeggen. Ja. In de boardroom. Dat zou ik dan, wat er wel gebeurt. Dat ze het meestal niet beseffen dat het dan gebeurt. Dat is iets anders. Maar dat ze wel een napen zijn. Maar ze zien de gevolgen er niet van. Dat is iets anders. Ja. Ja? Maar dat is dus, daar heb je allebei een verantwoordelijkheid in. Ja. Ja? Dus, ja, ja. Maar ja, ik geloof niet, er wordt niet in de boardroom gezegd, weet je waar? Als we nu zeggen, we ontslaan er 100, dan gaan er... wel 30% meer in de burn-out, fuck it, dan verdienen we 3 keer zoveel. Dat gesprek gebeurt niet, daar geloof ik niks van. Wat er wel is, er is hier 20% burn-out, dat is toch normaal, want dat is daar ook. Ja. Maar ik heb van een bedrijf gehoord, daar is het zelfs 40, bij ons valt nog mee. Ja. Ja. Oncontinu, en dat er naïviteit is en ignorance is bliss, absoluut. Maar bewust mensen over de klif jagen, Nee, ik zeg niet dat het bewust mensen over de clip is, maar ik denk dat er wel veel bedrijven vandaag zitten in het feit van, mensen renderen 70%, maar als we kijken en we kunnen dan een 75% trekken, dan hebben we aan het van de rit veel meer dividenden en uitkeringen en dergelijke, dus we gaan dat top-down aansturen en vanaf nu, de middag van een uur gaan we 3 kwartier zetten, want dan winnen we er dit soort dingen. Mm. Gebeuren vandaag nog altijd in organisaties. En dat kan soms niet altijd zijn van, is goed, we zijn mensen verder aan het duwen en er niet bij stilstaan. Ja, daar kan ik nog wel mee. Ja, soms niet over nagedacht zijn, wat zijn de gevolgen op iets langere termijn, wat is er aan het gebeuren, is goed, dat pietje bijnapen of bij, of wat budgetten gaan minderen, zodat we aan het eind van de rit een groter winstpercentage hebben. Ik zal niet durven zeggen dat dat niet gebeurt, want ik weet zeker dat wel gebeurt, dat is zeker waar. Maar ik ben ermee akkoord dat elk bedrijf wel het beste wil voor zijn mensen. Hè. Hey, daar start het mee. Dat geen één bedrijf zegt van, als er morgen nog 10 in burn-out gaan, dat is dan jammer. Dat is niet. Hè. Ik denk gewoon dat de prioriteit gewoon heel vaak op de cijfers ligt en niet zozeer bij de mensen die cijfers... Ik denk dat cijfers vandaag, ik denk dat corona heeft daar vandaag wel wat meer, zowel langs bedrijfskant als langs menselijke kant, wel meer bewusting aan van ik kan toch wel wat meer nadenken op de job die ik vandaag doe. Nog pas bij wie dat ik ben, of dat ik daar nog die meerwaarde krijg, of dat dat nog goed voelt. Hè? Want door het thuiswerken en dergelijke is zowel bij heel veel bedrijven meer vrijheid ontstaan. Ja. Hè? Waar dat de bedrijven ook in één slag hebben gezien, omdat ze moesten van en eigenlijk heeft dat geen prima. Waarin we in het begin dachten, als mensen thuis werken, dan zijn ze een hele dag in hun huis ontschilderen en dan doen ze niks. Ja. Maar we draaien nog even goed, we draaien rendabel en we hebben eigenlijk veel minder kosten in ons kantoor. Dus er zijn heel veel kantoren ontsluiten en om downscalen, om die dat nu pas zien. Ja, dat is waar.
Voor bedrijven die in het begin zeggen van ja, nee, ik wil dat mensen om 9 uur op het bureau zitten, zodat ik ze kan controleren. Klok in, klok uit, klok in, klok uit. Die positieve evolutie is voor mij wel, corona heeft dat wel versneld. Mm. En heeft er wel even door. Maar ik denk misschien even op jouw vraag nog één keer. Dus om ervoor te zorgen dat, laten we zeggen, er meer geluk is in wat mensen doen qua werk en omgeving en dat soort dingen. Begint niet bij regels te stellen over 4/5, onbeperkt verlof of dat soort shit. Dat lost daar niks mee op. Nee. Dat zijn allemaal maar gewoon, ik noem dat allemaal pleisters. Dus in de fundament los je niks op. Dus je moet mensen opleiden, opvoeden vanuit school, weet ik, van cultuur uit, om te durven zeggen van tot hier en niet verder. Ja? En niet die angst hebben van, oh ja, we gaan naar boven toe. En ik denk, naar boven toe durf ik dat niet te zeggen, want ja, wat zal hij wel niet denken of zij wel niet denken? Ja. Ik denk het geluk wat we hebben als mens is hier in West-Europa, is dat we met te weinig zijn om al het werk te verzetten. Dus dat je het gewoon makkelijker kunt permitteren, zal ik zomaar zeggen, om die kaart zo te spelen. Dus ik denk dat dat wel meer en meer gaat gebeuren, gewoon van nature uit. Ik merk het zelf bij ons is gewoon de dingen die jonge mensen tegen ons zeggen in de zin van ik wil dit of ik wil zus, is heel anders dan dat ik vroeger gewend was dan toen ik ergens ging werken, zeg maar. Dan was er niet van ik wil dit of ik wil zus. En ik dat is nog niet zo heel lang geleden. Dan was het gewoon zeg het maar. Oké, gaan we weg. Ik doe wat gevraagd wordt veel meer. Hè. Dus, en toen waar ik begon te werken, was al een hele jonge organisatie met helemaal jonge mensen. Hè. Dus, maar ik denk dat het allemaal goede dingen zijn. En ik denk ook dat we nog een hele weg af te leggen hebben. Maar ik denk wel dat er al heel veel dingen veranderd zijn. En het is gelijk Tom ook zegt, corona heeft daarin bijgedragen. En het is nu een beetje afwachten of de bedrijven terug de schroef gaan aandraaien. Nu dat terug... Er zullen er zijn. Maar die gaan verliezen. Ja, dat denk ik ook. Ik vrees het ook. Ik vrees het ook, maar ze moeten het wel zelf beseffen. Maar dat gaat vrij snel, hè. Als je mensen niet vindt, je vindt geen nieuwe mensen, kun je niet groeien, dan gaan je bestaande mensen vertrekken. Ja, dan heb je... En zeker in een diensteneconomie zoals waar we in zitten, het gaat over de mensen die je hebt. Ja, if you lose them... Ja, klopt. Sowieso. Klopt. Ik wil eens afsluiten met een laatste vraagje. Ik vond wat jij zei straks, vond ik heel interessant. Je zei op een gegeven moment... je moet zelfbeschikkingsrecht hebben over je leven, ook in de organisatie waarin je werkt. En ik wou eens vragen aan jullie beiden, wat is dan de ideale organisatie, of de ideale setup die voor de algemene bedrijven in België, want dat is niet voor iedereen, denk ik. Hoe zien jullie dat? Wat is het droombeeld van de organisatie die jullie voor ogen hebben? Dat is een stevige vraag. Ja, het droombeeld van een organisatie. Nou, ik voor mij persoonlijk is het een beetje wat ik in het begin zei. Hè, is dat ik, wat ik nog mis bij ons is dat het ver doorgedreven ondernemerschapstuk. Hè, dat nog meer mensen die kar trekken zoals ik het gevoel heb dat ik die kar trek. Nou, ik moet ook wel zeggen dat is rete biased. Hè, ik zie ook niet alles, dus ik weet niet welke kar iedereen trekt. Maar goed, dat is mijn gevoel dan eventjes. Dus ik vind van de manieren dat we met elkaar omgaan en dat soort dingen, ik denk dat het al heel erg in de lijn ligt met waar het allemaal heen moet. Ik denk dat ik denk dat de moeilijkste hurdel die te nemen is voor mij is dat dat het ondernemerschap nog één niveau omhoog gaat. Dat vind ik een hele moeilijke. En aan de andere kant is de open feedback both ways. Dus we zijn gewoon niet getraind met z'n allen om iemand op kritisch te beoordelen. Daar zijn we ook niet heel erg goed in. Of ik nou Nederlander ben of steeds. Ook nog steeds niet. Dat is even slecht. Het is gewoon veel comfortabeler om te zeggen je bent goed bezig. En dat wat niet zo goed is, niet meteen op tafel te leggen of zoiets. Dus voor mij zou dat... Als dat nog een stap verder kan bij ons, dan zou ik wel zeer, zeer appreciëren. Oké. Ik sluit me een grotendeel stuk bij aan.
voor mij is het de meest ideale organisatie is gewoon een organisatie die waar dat iedereen zichzelf kan zijn. En gewoon vanuit dat, ja, bij ons hebben we dat vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid, dat gewoon, continu. Hè. En daarnaast, al die overhead, en ook al de overheid die dat de overheid dan meebrengt, en ja. De administratie, en er is zoveel dat je moet doen naast je job, waarin je zegt van, allee, come on. Ja. Mensen aannemen en vanaf dat er iemand naar de 4-5 gaat of zijn zwangerschap verloopt, dat je zoveel paperassen en administratief werk, dat zoveel energie kost, dat je zoiets van, come on, dat kan toch allemaal simpeler. En dat zou voor mij een meest ideale organisatie zijn. Ik kom werken, ik kom leuk met mijn job doen, wat ik plezier uithaal. En that's it, en we bouwen samen een goed, tof bedrijf. Dat samen bouwen, nou, ja. Dat. Want er zijn echt zotte dingen, hè? Dus het feit dat Mensura bij ons langskomt om te controleren of er in de EHBO-doos een schaartje zit in het pleister. Ja, dat denk ik echt dood, jongen. Waar de hel hou je mee bezig, hè? Alsof wij gaan zeggen, hier iemand brengt zijn poot, dat we gaan zeggen, ja, maakt me niet uit, hè, van op die stoel zitten. Met die call ook, dat aangeven van wie dat er, wanneer, de terugkomt daar op het werk is en die papieren, en dat ik zit even maak het nu eens allemaal niet aan, maar moeilijker met regeltjes, papieren, hier een document, arbeidsreglementen, dat je zegt, het kan ook gewoon simpel, hè. We zijn gewoon een hoop mensen, vrienden, leuk, die dat goed samenwerken en iets willen bereiken. Ja. Klaar. Ja. 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 Ja, makes sense. Ik denk dat daar nog een heel lange weg af te leggen is in de omgekeerde richting dat we aan het gaan zijn, want uiteindelijk er komen steeds meer regeltjes bij, vooral om consumenten te beschermen, maar ik denk, zoals we dat straks zeiden, de consument, of in dit geval de werknemer, dan die zijn eigen lijn durft trekken en dan gaan er ook heel wat regeltjes weg kunnen vallen, denk ik. En dat zou een ideaal scenario zijn, maar daar gaan we nog even voor moeten streven, denk ik. En ook dat stoppen met we hebben ook nog geen andere dat werknemer en werkgever. Ja, dat ga ik net zeggen. Als dat er eens uitgaat, hè, van ik ben een werknemer, dus daarmee zet je meteen in een positie waar dat iemand anders mag zeggen over jou wat je doet. Maar dan wordt dat nog op school zo aangeleerd. Ja, mijn kinderen, vorig jaar heb ik met voorbereiding voor zo'n examen, was het gewoon van, wat is de functie van een werkgever? Ja, ja. Is de persoon die werk geeft. Hè? Ja. En de andere is de persoon die werk neemt. Hè. Ja. Dat leren ze vandaag nog op school. Ja, dat ze echt te zeggen van, deze is de basishiërarchie. En je moet als werknemer luisteren. Dat ik zeg van, je zult het moeten leren, maar als het naar mij ligt, dan gaat het iets anders. Dan gaat dat niet door zijn op school natuurlijk. Ja, dan heb ik zoiets van, dat is mijn grootste angst eigenlijk, als ik zie de scholen zijn niet meegevolueerd tijdens corona. De bedrijven beginnen, er is wel een verandering en ik heb wel het idee dat we er echt wel op de goede weg zijn met de scholen. Dat blijft gewoon hetzelfde. Dus werk aan. Ik denk dat over dit topic alleen al nog eens een gesprek van een paar uur. Het is al heel leuk geweest hier. We zijn al ondertussen al meer dan 2 uur bezig. Okay. Of je het gemerkt hebt, ik heb het niet gemerkt, maar het heel interessant. Misschien is dat gewoon een teken dat we er op een ander moment gewoon eens op moeten terugkomen. Ik zeg het, ik denk dat we hier nog gerust 2 uur kunnen zitten zonder dat we het zouden merken. Ja. Behalve als de buik begint te knorren misschien. Ja, inderdaad. Nee, het was superleuk. Eens plek. Cool. Ga ik jullie heel hartelijk bedanken voor jullie tijd. En ik zeg het misschien dat we daar op een gegeven moment nog eens een vervolg aan kunnen koppelen. Op een of andere manier, dat zien we dan wel. Maar het was zeker de moeite en ik denk dat we daar nog wel heel veel andere mensen mee kunnen inspireren en blij maken. Dus, top. Heel veel bedankt en tot een volgende keer. Hallo allemaal en bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Business Mindset Podcast. Hopelijk was het voor jou net zo interessant als voor ons tijdens het gesprek. En heb je er 1 of meerdere dingen kunnen uithalen voor jezelf of om anderen te helpen in hun onderneming. Voor meer informatie over mijzelf, de gasten of tools, boeken of concepten die we besproken hebben tijdens de podcast, kan je altijd terecht in de omschrijving van deze aflevering.
Heb je genoten van de podcast? Vergeet dan zeker niet om het te delen op social media. Dit helpt ons enorm om te groeien en om een groter publiek te bereiken. En hoe sneller we groeien, des te meer tijd we kunnen vrijmaken voor interessante gesprekken waar we zowel zelf als jullie iets kunnen bijleren. Heb je verder vragen of heb je feedback over wat we besproken hebben tijdens de aflevering? Of tips of verzoeken over onderwerpen die we kunnen behandelen? Of wil je iemand aanraden als gast tijdens de podcast? Laat het dan ook zeker weten. In de omschrijving van deze aflevering vind je een link naar alle social media accounts van de podcast. En daar kan je ons altijd op bereiken. Volg ons zeker ook op social media. Dan blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en van de volgende afleveringen. Thanks again en tot de volgende keer.